مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منصور خدا ہوتا ہے. Dames en luisteraars van harte, goedenavond en welkom tot deze woensdagse aflevering van gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pirkanskala Jorkel. Dit is de aflevering voor woensdag 5 december 2020. Kala Jorkel wordt live uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname en is nu te beluisteren via de RBN radiofrequentie RP de Hot One 89.7 FM. Deze uitzending is ook te zien via YouTube. Daarvoor gaat u naar de YouTube source Islat 1 RBN Suriname. Kel Ajorkel is vandaag ook te zien via Alpha Televisie Facebook. Daarvoor gaat u naar de Facebook channel van Alpha Televisie Islat 1 Alpha Channel Suriname. Online is deze uitzending te beluisteren via de website van Dagblad Suriname. U slaat daarvoor in dbsuriname.com. En landelijk in ons land is Rashid Pirkans Kel Ajorkel te zien via Alpha TV, kanaal 5.2. Mijn naam is Farid Pirkan, ik ben uw presentator voor gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pirkans Kel Ajorkel en zeg tegen u allemaal assalamu alaikum. Laat me bij de aanvang van deze uitzending mijn dierbare plicht vervullen door alle mensen te condoleren die een dierbare hebben verloren en u allemaal veel sterkte toewensen. De mensen die ziek zijn wens ik van harte beterschap toe en de felicitaties gaan uit in de richting van alle mensen die er vandaag jarig zijn. Voor vandaag wil ik in het bijzonder feliciteren Virin Kawish. Kawish Virin, hij is vandaag jarig. Ik wens hem een mooie avond verder met zijn jaardag. En de volgende mensen mogen hun jaardag voor donderdag 6 augustus gaan voorbereiden. Dat is Gayatri Umrao Singh. En voor vrijdag 7 augustus Farshad Salamat en Arti Raja. En op zaterdag 8 augustus Sherida Ramjan en Madhvo Nandu. Deze mensen mogen hun jaardagen gaan voorbereiden. Mocht u ook een van deze dagen jarig zijn, dames en heren, wens ik u allemaal ook een goede voorbereiding van uw jaardag toe. Dit is Kala Jorkel. En vandaag moet ik ook bekendmaken, heel droevig moment voor ons, thuis bij mij althans. Onze dierbare hond, Dexter, daar ziet u een foto van Dex, is vandaag overleden. Dex was een zeer dierbare, loyale huisvriend van onze familie. Hij is 12 jaar geworden. Hij is vanmorgen overleden om 1 uur in de ochtend, ondanks alle pogingen. Is het niet gelukt om Dex in leven te houden. Dex was heel lief. Kwam als klein hondje. Is eigenlijk favoriete hond van mijn zoon Verdien. Is een goed getrainde hond geweest. Althans, Verdien heeft hem laten trainen. Hij was een goede huisvriend van al mijn kinderen. In het bijzonder ook van mij. En mijn vrouw. Van de hele familie. Hij, wat moet je zeggen? Van een loyaal dier. Hè? Hij, als je zit soms op de balkon of op het terras, dan komt Dex ook gewoon bij zitten en hij kijkt naar je zonder dat je iets zegt. En dan vraagt hij zich soms in gemoede af, kan ik je met iets helpen? Kan ik je met iets helpen? En het was een heel droevig moment vandaag. We hebben hem een plechtige begrafenis gegeven. We hebben Dex een plechtige begrafenis gegeven. En we gaan hem allemaal missen in die familie bij ons. Allemaal 12 jaar, zeer dierbaar. En dan heb ik een speciaal gedicht voor Dex. De vriendschap van een hond is een vriendschap voor het leven. Voor een ander niet te zien hoeveel liefde een hond kan geven. Want ben je eens verdrietig, dan kijkt hij je aan. Alsof hij zeggen wil, ik zal altijd naast je staan. Zo'n vriendschap is een wonder. Zo'n vriendschap is een wonder. En bijzonder om te beleven. Zo'n vriendschap kan niemand, zelf geen mens, kan zoiets geven. Ja, heel erg voor ons. Iedereen was stil, maar we hebben hem een hele mooie begrafenis gegeven. En, Dex. Volle naam is Dexter geweest. En we liepen hem Dexie, Dex. 12 jaar geworden vandaag. Dit is Kala Jorkel. Laat me u de internationale olieprijzen doorgeven voor vandaag. De olieprijs noteert $45.20 voor een vat olie.
een trooi ons goud, de goudprijs, een trooi goud ons gekost 2038,26 cent. De goudprijs heeft nog nooit zo'n ongekende hoogte gekend. De primaire reden dat de goudprijs stijgt is omdat mensen die hun middelen beleggen in de wereld weinig beleggingsmogelijkheden nu hebben, omdat de wereldeconomie is gedaald, waardoor de beleggingsopportunities ook zijn weggenomen. En doordat goud het angstproduct is, rennen mensen dan vaak naar goud. Een ongekende hoogte van een prijs voor goud, dat is $2000, 2038,26 cent. En dat zou in principe ons goed moeten doen, want we hebben ook twee gigantische goudondernemingen hier. Jammer genoeg kunnen we van die royalties geen gebruik maken, want de vorige regering heeft die gelden vastgelegd als onderpand gegeven. Dus deze regering zit vast om dat te kunnen gebruiken, maar daar komen we later ook op terug. De koersen op de straat, de onofficiële koersen, noteren voor giraal 14 SRD voor een Amerikaanse dollar. Voor de aankoop en de verkoop 14,50. Voor cash noteert dat 14,75. En voor de verkoop 15. De euro noteert 15 SRD voor de aankoop en de verkoop 15,25. Dit zijn de informele koersen, omdat de formele koersen je haast niet kan krijgen. De minister van Financiën heeft zijn speculaties, het is niet officieel, dat mogelijk er sprake zal zijn van een devaluatie die op komst is, waarbij eventueel de formele koers die genoteerd wordt door de centrale bank min of meer gelijk getrokken zal worden met de straatkoers, zodat je de koersschommelingen weghaalt en de koersspeculaties ook weghaalt. En doordat die speculaties er zijn, ja, dan krijg je ook dat mensen op straat ook nog verder gaan hamsteren met hun vreemde valuta. En dat maakt het een beetje onoverzichtelijk. En dat maakt het een beetje, hoe moet ik het zeggen, dat de koers dan ook hoger gaat. Omdat mensen anticiperen op een mogelijke devaluatie die op komst is in ons land. Dit is Kul Ajorkul. We gaan u vandaag straks ook uiteraard de gelegenheid geven om uw mening te geven in deze uitzending van Kul Ajorkul. U kent de rules and regulations. Het is heel simpel. U mag uw mening met ons allemaal delen. U deelt het niet per se met mij. Ik ben alleen maar intermediair naar de honderdduizenden mensen die luisteren en kijken naar Kul Ajorkul nationaal en internationaal. Ik ben alleen maar intermediair in deze, omdat ik op beeld ben. Moet u heel netjes blijven, zoals u thuis met uw eigen mensen zou praten, met uw eigen kinderen, met uw eigen familieleden. Geen mensen beschuldigen waarvan de mensen geen wederhoor of weerwoord kunnen voeren als zodanig in deze uitzending. En voor de rest wil ik u nog vragen dat in geval u inbelt, uw radio of uw tv-volume zacht te doen, zodat we geen lelijke echo of effectgeluid bijkrijgen die storend kunnen zijn voor andere mensen die luisteren en kijken naar Kul Ajorkul. Er vond een enorme explosie plaats dinsdagavond in Beirut. Beirut, dat is de hoofdstad van Libanon. Beirut stond in de jaren 60 bekend als te zijn de Zwitserland van het Midden-Oosten. Zo'n hoogtepunt had Beirut eens bereikt dat iedereen graag daar naartoe wilde en wilde gaan vertoeven. Maar sinds Beirut in een interne oorlogsstrijd was verwikkeld, waarbij je dan de religieuze groeperingen tegen elkaar kreeg, kreeg je dat één deel van Beirut vrij onrustig is geworden en nog steeds onrustig is. Maar je hebt wel een ander deel van Beirut dat vrij goed georganiseerd is, rustig is, modern is. Dus Beirut is opgesplitst in Libanon is opgesplitst in twee delen. Een vrij onrustig deel en een deel dat vrij goed en hoog ontwikkeld is. En er vond een enorme explosie plaats, een gigantische explosie, waarbij er tientallen mensen zijn overleden. Het aantal is nog niet exact, maar de voorlopige schatting is 100 en het kan nog oplopen. Meer dan 4000 mensen zijn gewond geraakt. Er heeft een verwoesting plaatsgevonden van zo heb je me niet. De schade is behalve het menselijk leed, immateriële leed, wordt het geschat op pakweg 2,5 tot 4,2 miljard euro. Verschillende landen hebben reddingsploegen naartoe gestuurd
voor ondersteuning. Frankrijk, Amerika, Nederland. Cyprus heeft, dat niet ver is van Libanon, heeft zelf medewerking toegezegd dat ze gewonden willen helpen in de ziekenhuizen, omdat die ziekenhuizen van Libanon zijn volgelopen door het aantal gewonden die daar zijn gevallen door deze enorme explosie. Een soortgelijke ramp die plaatsvond dinsdagavond, vond ook plaats in 2015 in de Chinese stad Tianjin, waarbij 173 mensen toen omkwamen. Het is verschrikkelijk wat is gebeurd. Als je de beelden hebt gezien, en het leek wel op een kleine atoombom. En vergeleek het ook op een kleine atoombom, de explosie die plaatsvond. De precieze oorzaak is onbekend nog, maar men denkt in elk geval niet dat er sprake is van een terreuraanval. Dat is het in elk geval niet. Dus een enorme klap. Veel mensen zijn gewond geraakt, veel doden. Bijna 250.000 mensen zijn dakloos geworden, gewoon op één dag en op één moment. 250.000 mensen, gewoon dakloos. Enorme ravage in Libanon. We hebben ook in ons eigen land hebben we een mooie, leuke Libanese groep mensen in ons land die jaren geleden zijn gekomen naar Suriname. Zijn Surinamers, houden daar vast van Libanese, van Surinaamse komaf. En enkele van ze hebben sowieso nog familieleden daar. En zij zullen zich uiteraard ook zorgen maken van die klap die heeft plaatsgevonden dinsdagavond. Dus zo wensen ze ook allemaal veel sterkte toe. Beirut, de hoofdstad van Libanon. Morgen, dat is donderdag. Donderdag is het 75 jaar geleden. Gooide een Amerikaanse bommenwerper een atoombom op de Japanse stad Hiroshima. Dat is morgen 6 augustus. Little Boy heette deze atoombom. Zo heette de atoombom die de Amerikaanse luchtmacht donderdag 75 jaar geleden liet vallen op de Japanse stad Hiroshima. Een wrange bijnaam. De atoombom legde de stad volledig in puin en kostte 140.000 mensen van 350.000 inwoners het leven. Nog eens duizenden mensen zouden later overlijden aan hun verwondingen of aan de gevolgen van de radioactieve stralen. 3 dagen later volgde nog een atoombom op Nagasaki. Daar vielen meer dan 75.000 doden. Weer 6 dagen later capituleerde Japan en was de Tweede Oorlog ten einde. Dit is Kala Jorkel. Kopenhagen, dat is Denemarken. Daar de exploitant van de luchthaven bij Kopenhagen overweegt 600 medewerkers naar huis te sturen. De luchthaven had in de eerste 6 maanden van dit jaar 65% minder passagiers door de coronacrisis. Een heleboel bedrijven sluiten, simpel omdat er geen bron van inkomsten is. Grote bedrijven, internationaal, ook in ons eigen land, maar dan op een kleiner niveau uiteraard. Moeten mensen bedanken, omdat ze gewoon geen bron van inkomsten hebben. Ze kunnen de mensen gewoon niet betalen. En we zien de gigantische bedrijven in de grote landen, dat er honderden mensen ontslagen worden. Omdat de wereldeconomie is gewoon dichtgeklapt vanwege het coronavirus. Zo simpel is het. Men schat dat die economie is gedaald met pakweg 40%. Een land dat enorm in bloei was voor COVID-19... was de Zuid-Aziatische regio onder andere gebieden als Vietnam, Thailand en Indonesië. En die landen boomden enorm vanwege het feit dat grote bedrijven vestigingen hebben geplaatst in die landen vanwege de lage kosten in arbeidslonen. En een van de landen die een enorme bloei meemaakte was onder Indonesië met een bewonersaantal van pakweg 250 miljoen inwoners. Wel, de economische economie is het tweede kwartaal met 5,3% gekrompen in vergelijking met hetzelfde jaar, periode een jaar geleden. Het is de eerste keer dat de economie krimpt sinds de Aziatische financiële crisis van 2 decennia geleden. Dus ook deze landen die enorme groei meemaakten, hebben te kampen nu met een downstream van ontwikkeling. En dat hebben we ook hier in ons eigen land, ook in ons eigen land. Laten we de telefoonlijnen voor u opengooien. Ik verwelkom uw mening in Rashid Pirkans Kala Jorkel op het telefoonnummer 532037. 532037.
U mag inbellen en u mag uw mening geven. Het is adviseerbaar dat als het kan, graag één onderwerp doen, misschien max twee. En waarom ik u dat vraag, zodat we meerdere mensen de gelegenheid kunnen geven om hun mening te delen in deze uitzending. Het is zo goed dat als je één onderwerp hebt, je één onderwerp goed kan inblikken, zodat mensen het ook beter begrijpen. Maar als je zes onderwerpen in een pakweg 5 tot 6 minuten wil doen, dan krijg je een verhaal dat mogelijk niet goed gaat overkomen, omdat je je verhaal niet goed aan elkaar kan rijgen, omdat er te veel onderwerpen zijn in een tekort aantal minuten. Is alleen maar een advies aan uw adres. De personeelsleden van het Slands ziekenhuis die hadden sinds de vorige week actie gevoerd. En een van de redenen waarom ze actie voerden was vanwege het feit dat ze nog wachtende waren op hun vakantiegeld. En ze hebben die acties opgeschort omdat ze hun geld hebben gehad. Wat je voornamelijk nu gaat zien is dat wanneer bedrijven, vooral overheidsbedrijven, actie voeren, is het simpel vanwege het feit dat ze te late betaling krijgen of nog steeds wachten op hun gelden. Deze regering is er pakweg, dacht 2,5 week nu, aan de macht en dan moesten ze dat overnemen, een ravage overnemen. En dat betekent in 2,5 week moet je even je huis snel op orde zetten om te weten wat heb ik nou precies overgenomen. En wat ze hebben overgenomen, dat heeft president Chan Sant'oki u recentelijk doorgegeven in een persconferentie. En die cijfers die hebben we ook en die gaan we ook aan u doorgeven zover u dat wenste. Meer dan 6000 mensen die hebben gewerkt als stembusmedewerkers, die zijn nog niet betaald geworden. Deze mensen hebben destijds op 25 mei gewerkt op de stembureaus. En op één stembureau was er een gemiddelde van een bezetting van 10 mensen. En het is al 2 maanden en ook zij hebben hun geld niet gehad. Enorme lange rijen zijn er bij de banken vanwege het feit dat door COVID-19 de banken, zoals u weet, niet normaal hun deuren hebben geopend zoals voor het probleem van die is ontstaan sinds maart 2020. En dan krijg je rijen. En de rijen waren er al, de wachttijden waren relatief ook langer dan normaal, maar het heeft wat ergere vormen aangenomen, omdat ook mensen nu bij de banken terecht moeten om de schoolgelden, zowel de inschrijvingsgelden als de herinschrijvingsgelden, moeten gaan betalen bij de banken. Eén persoon meldde mij dat die pakweg 2 uur in de rij heeft gestaan om te wachten om herinschrijvingsgelden te storten bij een van de banken. En de persoon wist het natuurlijk ook niet, want niet iedereen is altijd geïnformeerd dat bij de desbetreffende bank waar die persoon naartoe ging, dat voor het storten van inschrijvingsgeld er een administratiekosten van 25 SRD betaald moest worden. Voorheen was dat 2,50. Die bank, en dat was de haken in de bank, maar die had al melding gemaakt 1 maart dat ze die kosten zouden verhogen. Mensen die onbekend zijn met die bekendmaking, ja, die vragen zich dan plotseling af van waarom moest ik dat betalen, maar die bekendmaking was gedaan. Niet alle banken brengen deze kosten overigens in rekening. De Nationale Assemblée die komt morgen bijeen en dan gaan ze in behandeling nemen de kwestie rond ex-minister Gilmore Hoefdraad van Financiën, de ex-minister Gilmore Hoefdraad van Financiën, waarbij de procureur-generaal het verzoek voor de 2e keer heeft gedaan aan de Nationale Assemblée om hem in staat van beschuldiging te stellen. De 1e keer werd het afgewezen en dat was een coalitie toen onder leiding van de vorige regering. Na de overwinning van de huidige coalitie is het verzoek opnieuw ingediend en de behandeling zal morgen plaatsvinden. Een goedkeuring, daarvoor heeft men 26 stemmen voor nodig om dit goedgekeurd te krijgen. De coalitie beschikt over een 26 plus meerderheid. Zouden ze de mening zijn toegedaan dat ze die toestemming zouden moeten verlenen. Mocht die toestemming verleend worden, dan krijgt het Openbaar Ministerie de bevoegdheid om de heer Hoefdraad op te roepen voor verhoor, formeel op te roepen voor verhoor en hem waar nodig aan te stellen als ze zijn verdachte. De afgelopen periode weet niemand precies of meneer Gilmore Hoefdraad nog in het land is of niet. Dat is onbekend. Er is wel een reisverbod tegen hem afgevaardigd.
wat onder andere inhoudt dat je het grensgebied van Suriname niet mag verlaten. Maar vooralsnog is het niet duidelijk of u in het land is of buiten de grens is. Mocht dit verzoek aangenomen worden, dan gaat het proces zich voortzetten vanuit het Openbaar Ministerie. Morgen is ook op de agenda van de Nationale Assemblée de wet uitvoering uitzonderingstoestand. Waarom wordt deze wet in behandeling genomen? Omdat de bestaande wet die de regering meer bevoegdheden geeft vanwege COVID-19 komt te vervallen op 10 augustus. En dan zou je deze wet mogelijk moeten verlengen, wat overigens niet gaat kunnen, denk ik. Ik denk dat ze een nieuwe wet gaan moeten indienen, want je kan hem, als ik het goed heb, maximaal 2 keren verlengen. En dan gaan ze een nieuwe wet moeten indienen dat hun die bevoegdheden geeft om al datgene in place te brengen om COVID-19 besmetting en alles eromheen te kunnen voorkomen. En die wet gaat morgen in behandeling gaan in de Nationale Assemblée. Morgen zal ook Ashwin Adin, de voormalige vicepresident, die als enige kandidaat van de Nationale Democratische Partij gekozen is geworden voor het kiesdistrict Wanica, want hij is de enige kandidaat die gekozen is geworden, hij zal morgen ook toegelaten worden tot de Nationale Assemblée als lid van DNA. Morgen. De huisartsen van Suriname, die hebben ook problemen. Bijna iedereen heeft problemen. De enige mensen, is een kleine groep hoog waarschijnlijk, die geen problemen hebben, die enorm voordeel hebben gehaald uit het beleid van de vorige regering onder leiding van Adin Bouterse. Dat zijn de mensen en al dan niet bedrijven die al dan niet opdrachten hebben verkregen middels een voorkeursbehandeling waarbij ze niet op een eerlijke manier in een competition hoefden te gaan met andere bedrijven. En die bedrijven hebben hun voordeel gehaald. Die zullen hoogwaarschijnlijk het minder moeilijk hebben omdat ze de afgelopen 10 jaar hun voordeel, om het voordeel te noemen, voorzichtig te zeggen, voordeel te noemen, ze grote, gigantische, uitzonderlijke reserves hebben kunnen opbouwen. Maar het overgrote deel van het bedrijfsleven in Suriname, die hebben het allemaal moeilijk, zoals alle andere bedrijven, nationaal als internationaal, die op een rechtvaardige manier proberen hun brood te verdienen en hun mensen te kunnen betalen. Je hoort het dag in, dag uit wat er in het buitenland gebeurt, maar het gebeurt ook in ons eigen land. Bedrijven hebben geen rek. Wat betekent, bedrijven kunnen niet uitbouwen. Want alleen het bedrijfsleven kan ervoor zorg dragen dat er werkgelegenheid komt. De overheid kan daarvoor niet zorg dragen. Dat is niet de taak van de overheid. De taak om voor werkgelegenheid te zorgen, dat is het bedrijfsleven. En hoe kan het bedrijfsleven daarvoor zorgen dat ze de mogelijkheden moeten krijgen dat ze kunnen groeien, dat ze kunnen expanderen, meer bedrijven kunnen opzetten, waardoor er meer werkgelegenheid ontstaat. Daarvan is er voorlopig geen sprake. Vooral een heleboel MKB-bedrijven, die hebben het moeilijk om hun personeelsleden eind van de maand te betalen. Sommige MKB-bedrijven, die hebben zelf hun deuren al gesloten. Dat is merkbaar als u zelf een beetje voor uw eigen oriëntatie in uw eigen omgeving kijkt, dan kunt u dat ook zien. MKB-bedrijven die gaan dicht. Er is geen groei. Groei in die zin, er zijn geen klanten. Mensen hebben weinig geld in hun portemonnee. Mensen hebben minder om te spenderen, want mensen moeten geld in hun portemonnee hebben om het kunnen uit te geven voor allerlei doeleinden van dien. En dat is er niet. Er is geen groei. Ook COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat er relatief veel minder mensen op straat gaan, ook dat vanwege veiligheid, en dat ook mensen betere keuzes maken in hun dagelijks leven wat voor hun belangrijk is om te kopen. Dus geen groei. Maar ook mensen die individuele werkzaamheden verrichten, dan al hoeven niet per se bedrijven te zijn, maar mensen die hun eigen werkzaamheden verrichten, ook die mensen hebben moeite, omdat ze niet genoeg opdrachten krijgen zoals voorheen.
En met hetzelfde dat ze verdienen, moeten ze ook rond kunnen komen. Dus ook de individuele personen hebben problemen en geen groei. En dat komt om twee verschillende redenen. Zijn deze problemen ontstaan? Is door het totaal one-tot-none beleid van het vorige kabinet, waarbij de economie reeds in elkaar was geklapt. De economie was reeds in elkaar geklapt. En on top of that is COVID-19 bijgekomen, dat een extra dubbele klap heeft opgeleverd. Dus twee klappen back-to-back, dat is voor een klein land met een kleine economie heel, heel zwaar, waarbij er geen veerkracht is en bovenal geen reserve is om die veerkracht te hebben om te zeggen van we kunnen nog iets doen of iets betekenen. Want je moet het eerst hebben om te kunnen uitgeven. Je moet het eerst hebben om mensen tegemoet te komen. U bent in de uitzending. Goedenavond. Ja, goedenavond, meneer de voorzitter Pilkan. Waar kunnen we hebben dat, zoals iedereen weet, dat de regering zit nauwelijks 2 weken. En heeft een lege kas aangetroffen. En begrijp dat het vreselijk moeilijk, ja, en ook door de tsunami's. Maar wat ik van de regeringszijde heb begrepen, of het tenminste waar is, corrigeert u mij, dat de regering is van plan aan solidariteit op opheffing uit te voeren. Ja? Ik denk, kijk, de Doorzee tsunami's heeft al moeilijk. Ja, en de regering wil een solidariteit opheffen uitvoeren. Dan hoe gaan wij verder leven? We hebben al moeilijk. Ja? Ik zou in deze regering adviseren, liever als je wil meer geld halen, dan gaat hij bij de Braziliaanse pokknokkers. Ja? Want die betalen geen belasting. Ja? En hebben ze een luxe leven hier in ons land. Ja? Dus die zou liever daar de belasting gaan zoeken en ook bij sommige brede schouders. Ja? En daar kan je belasting gaan halen. Ja? En u had net over ex-minister Hoofdraad. Ik heb in de wandelgangen vernomen dat hij dobbelt ergens op het rivier. Ik weet niet of het waar is. Ja? Want op het media heb ik gezien dat hij heeft aan een mooie villa. Ja? Een mooie villa in Cuba. Ja? Misschien is hij in tussentijd daar gevlucht. Ja? Okay. En ik weet niet of de Interpol gaat in staat zijn om die man daar te arresteren. Weet ik niet. Prima. Dus dat was mijn mening, mijn mening. Okay, ik hoop dat u verder zal hierop ingaan. Vrij goed. Ten aanzien van, ja, dank u wel. Ten aanzien van het laatste wat u zei, ten aanzien van meneer Hoefdraad, ik ga niet op geruchten af. Geruchten zijn voor mensen die er niet bij waren. En u hebt het zelf in de wandelgangen gehoord. Met andere woorden, u bent er niet zeker van. Mensen moeten omzichtig gaan met informatie. Er is veel formele informatie. Er is veel informele informatie dat soms ook bruikbaar is. En er is soms ook heel veel fake news. En mensen die deze drie dingen naast elkaar kunnen zetten, die komen dan vaak geneigd om op een dwaalspoor te komen. Horen zeggen betekent je was er zelf niet bij. Dus op die dingen ga ik niet af. Wat het andere zaakdeelte betreft, dat de overheid bekend heeft gemaakt dat ze met een solidariteitsheffing willen komen van pakweg 10%. Dat is niet goed overgekomen bij die samenleving. Tot nu toe heeft de regering onder leiding van Chan Sant'Okhi het niet goed uitgelegd naar die samenleving wat het inhoudt. En vooralsnog wat buiten ligt, zoals het is gedropt, wij komen met een solidariteitsheffing. Stukken zijn ook naar buiten gekomen hiervoor. Zonder dat er enige verhaal eraan is verbonden, gaat het een eigen leven leiden. En op het moment dat iets een eigen leven gaat leiden, heb je het niet meer onder controle. Je krijgt allerlei goede verhalen, je krijgt minder goede verhalen en je krijgt Wild West verhalen. Omdat de regering het gewoon gedropt heeft en het heeft laten liggen voor de eigen denk- en oriëntatievermogen van de burger. En uiteraard zegt dan die burger, en wat deze meneer zegt, zijn normale zaken van die burgers, ja, moet ik het nou gaan betalen? Een soortgelijke heffing hebben wij ook gezien toen
president Venetiaan in het jaar, was dat 2000, overnam, waarbij hij een soortgelijke situatie ook aantrof. Een staat geruïneerd, instituten kapotgeslagen en een lege kas. Een lege kas als zodanig dat ze zelf de lonen niet konden betalen van de ambtenaren. En dan niet alleen ook de lonen, maar ook de nodige subsidies die gegeven moesten worden. De nodige AOV-uitkeringen, de nodige kinderbijslaguitkeringen, de nodige uitkeringen aan mensen aan een beperking konden niet betaald worden. Een soortgelijke situatie heeft Chan Sant'Okhi dan ook aangetroffen. Soortgelijke situatie, maar alleen is deze situatie dichtkeren erger, omdat de schuldenlast die achter is gebleven, los van een lege kas, is dichtkeren ook hoger. Dus wat we zien is dat hij bekendgemaakt heeft van we gaan een solidariteitsheffing doen van 10%, zonder die samenleving te informeren waarom, waarvoor en wat gaan we ermee doen. En dan gaat het een eigen leven leiden. En dan kan je de burgerij geen ongelijk geven. Wat ik begrijp vooralsnog is dat deze, het is een wetsproduct die gemaakt moet worden. Wil je dit gaan invoeren, dan zou dit eerst naar de staatsraad moeten, zo'n wetsproduct. Het is ook al, wat ik begrijp, goedgekeurd door de RVM, maar het moet naar de staatsraad. De staatsraad is nog niet geïnstalleerd, zodat dat betekent dat het nog niet daar is, om te zien of het een goed product is. Vervolgens als de staatsraad zegt, ja, het is een goed product, de staatsraad is nog niet geïnstalleerd, houd dat ook wel vast, zou het naar het parlement gaan voor eventuele goedkeuring. Men heeft een targetdatum gesteld voor 1 september. Maar ik begrijp ook dat het niet zo'n vaart zal gaan lopen. Omdat wat men moet gaan doen, want de vakorganisaties, die hebben het ook al afgewezen. In de zin van als het op zo'n manier gepresenteerd wordt. Op basis van het feit, de manier hoe de boodschap nu gedropt is, hebben ze het radicaal afgewezen. Je zou er moeten onderbouwen, je zou er meer voor aan moeten geven. Je zou moeten zeggen van als ik A doe, dan ga je B zien. En als ik B doe, dan ga je C zien. Je zou even die loontrekker, want het zijn de mensen die werken, die gaan betalen. Hè? Mensen die directe loonbelasting, die loon krijgen, die loonbelasting betalen, die gaan betalen. En dat zijn voornamelijk de mensen in vaste loondienst, die gaan betalen. Dus je zou meer verhaal moeten geven aan die mensen waarom de manier hoe het nu gedropt is, zelf de mensen die in aanmerking komen voor een minimumloon, waarvan dat is gesteld op pakweg 8 SRD en 50 cent per uur, dacht ik, ook die mensen gaan eronder vallen. Maar ik begrijp ook dat ze eerst de belastingsschijven gaan verschuiven. Ze gaan eerst de belastingsschijven verschuiven voordat het eventueel doorgaat. Dus we moeten toch even geduldig wachten. Laten we eerst zien, hey, waar schuiven jullie die schijven naartoe? Welke groep gaan wel betalen en welke groep gaat niet betalen? Maar de situatie hoe het nu is, ja, dan hebben mensen geen ongelijk. Want dan gaat ook de man met de minimumloon betalen. En dat gaat echt niet kunnen. U bent in de uitzending. Goeiedag. Goeiedag, kunt u een beetje luider praten? Hallo, goeiedag. Ja, gaat u hoort gaan? U me? Ja, ja. Ik heb het over die 10% solidariteitsheffing, hè. Kijk, het is namelijk zo dat de meeste mensen zijn gaan studeren, hebben een bepaalde diploma behaald, hè. En aan je diploma is een bepaalde loonreeks gekoppeld. Nu zegt de minister dat de zware schouders de lasten gaan dragen. Wat kan hij categoriseren onder de zware lasten? Is 5000 SRD een zware schouder? Is 7000 een zware schouder? Want ik ben naar school gegaan om een bepaalde toekomst toe te gaan. En dan nu kom met een 10%. Kijk, het is alom bekend dat er dat het land geen geld heeft. Mooi en waar. Maar hoe zat het met de informele sector waar je geen cent belasting gaat halen? Wij als loontrekkers moeten dit gelak weer betalen. En mocht het zijn dat je een hypotheek hebt en je financiën zo hebt ingebouwd, op een van het maand precies uitkomt, dan komt er weer een 10% erop.
De bank wil niet horen dat je schulden niet kan betalen. Je kinderen kunnen niet krediet eronder leiden. Je standaard gaat structureel achteruit. Dus dat was even mijn mening. Bedankt. Dank u wel, dank u wel. Ik kan uiteraard meegaan met uw gevoelens. Ik kan u geen ongelijk geven in deze. Vandaar dat ik zeg dat de regering met meer tekst en uitleg moet komen. De burgerij zegt inderdaad, zoals u dat ook zelf zegt, de beller daarvoor heeft het ook gezegd, maar dat hoor je ook overal. Average burgerij zegt, haal het in de informele sector. Dat is een standaard uitdrukking die gezegd wordt. De vraag is, die informele sector, daarom heet het informeel, die mensen werken breed underground. Je zou de informele sector eerst in kaart moeten brengen voor je ze een formele heffing zou kunnen geven. Informele sector betekent niks anders dan zwart werken. Ik werk ergens, maar ik geef het niet op. Dat is zwart werken. Om zwart werkers in kaart te brengen, wat moet gebeuren, dat gaat niet in 2 maanden. Is onmogelijk in 2 maanden. Met alle goede bedoelingen is het onmogelijk. Dus je zou bepaalde sectoren, want het zijn sectoren die je in kaart moet brengen, zodat je ze allemaal een terechte heffing kan geven. Want daarom heet het informeel. En dat gaat een paar maanden duren. En om de tijd te overbruggen om dat gedaan te krijgen, moet je iets kunnen doen tussen nu en die tijd. Maar uw onderbouw waarvan u zegt, ik heb gestudeerd omdat ik vooruitstrevend ben, en dat klopt en dat is goed en dat moet ook kunnen, dan mogen mensen geen slachtoffer van worden. Ben ik ook die mening toegedaan. Mag je me echt geloven. Dus ik kan wel gevoelsmatig de mensen begrijpen. Maar ik wil toch eerst wachten om een uitdrukkelijke mening te geven tot we bekend zijn met die belastingsgeven. Want ze gaan die verschuiven. Ze gaan dan, begrijp ik, het invoeren op een later stadium. Het gaat niet zo'n vaart lopen. Maar die schijven moeten we eerst zien. Waar zijn ze geschoven? Wie vallen dan eronder en wie vallen er niet onder? En zolang dat niet is gebeurd, is het nog vrij overzichtelijk. Dus de reacties die we krijgen zijn terechte reacties. Omdat er een bal is gegooid en men zegt begint te spelen. Maar niemand weet hoe je dat spel moet spelen. U bent in uitzending. Goedenavond. Goedenavond, meneer Pierkan. Hoe gaat het met u? Goed, dank u wel. Meneer Pierkan, ik hoorde u daarnet praten over die 10%, hè? Ja. Meneer Pierkan, ik vind het heel goed van u dat meneer Pierkan, die ik altijd kent als die fel heeft gereageerd terecht, het is die goed terecht, nam het zo zeggen, tegen de vorige regering, dit, dat. En nu zegt u van, deze regering moet met duidelijkheid komen. Ja toch? Want je hebt sommige mensen die fel tegen de regering was. Het is hun goed recht. Ik kom niet aan hun mening en aan hun denken. Het is hun goed recht. Als je vindt dat de regering het dan kapot heeft, want het is het goed recht om het te zeggen. Maar als de huidige regering ook in de fout gaat, dan moet je het ook zeggen. Heb ik gelijk of niet? Ik luister naar uw wijze woorden. Oké. Nee, want een collega van u, daar aan de Omosia van de, weet ik veel hoe die staat, van de Andermu, had het vanmiddag ook over die 10%. En er waren een paar bellers die hadden gezegd van ja, we moeten geduld hebben en al dat soort dingen. Dat is mooi en waar, want ze zijn nog niet deze maand, dat is mooi en waar. Maar, net wat hij daar net zei, meneer Santokki, de president, moet echt met duidelijke taal komen. Ja toch, want tijdens de verkiezingscampagne heeft meneer de president gezegd, als ze aan het bewind komen, gaan ze het geld, bij alle gestolen geld gaan ze terughalen. Ja toch, het volk moet niet eronder lijden. Maar als ik naar de persconferentie van de president heb geluisterd, waar hij een berekening heeft gemaakt dat per huishouden 5.000 weet ik veel hoeveel gaat betalen. Dus dat wil zeggen dat wij de dupe ervan worden. Nee, hij heeft niet gezegd dat we gaan betalen. Hij heeft gezegd, de schuld van de gemiddelde burger
die opgelegd is geworden door het vorig beleid, is 5000 zonder dat u dat hebt gewild. Ja, oké. Okay. Dat had ik gezegd. Dat klopt. Dat heeft klopt. Niet gezegd. Ik heb gezegd dat we het gaan betalen zonder. Oké, maar meneer Pierkan, ja, dat heeft hij gezegd. Maar meneer Pierkan, een verstandig mens heeft er half voor nodig. Nee, maar we, hebben wel volle zinnen nodig. Maar gaat u gaan. Oké, ja. Ja, dat is maar een verstandig mens heeft er half voor nodig. En we hebben wel volle zinnen nodig. Dat is mooi en waar. Maar gaan wij in de toekomst dat het gelag toch niet gaan betalen? Ik begrijp u. Ik begrijp alle gevoelens. Omdat ik me altijd terugplaats in de burgerij. Hij heeft dat niet gezegd. Dat is mooi en waar. We hebben volle zinnen nodig. Dat is mooi en waar wat u heeft gezegd. Maar toch, als je een beetje doordenkt, gaan we toch niet een dupe worden. Over een jaar of twee jaren. Dat wij ons kindskinderen, afvalkinderen, trottokinderen dat gaan betalen. Want dat we de aanzamen is aan Tokikari. En dan makkelijk. Het is geen kleinigheid. Ja. Begrijpt u? Ik begrijp. Dus ik ben blij. Nee, want ik weet het niet hoor. Want ik vind sommige mensen, die regering, ik had er geen moeite mee. Want ik was ook niet eens met bepaalde dingen van de vorige regering. Maar als deze regering in de fout gaat, moet je ook erop wezen. Kom je niet met de dingen. Ja, we moeten wachten en zo. Want kijk, meneer Hoefdraad is gevlucht. Als wat je in de media hoort. Toch? Hij is gevlucht. Maar ik vind niet dat ze echt hard optreden. Tenminste, dat vind ik. En vandaag of morgen als een kleine man iets heeft gedaan, dan wordt hij wel hard opgetreden. Dus ik weet het niet hoor. Misschien ben ik een beetje voorbarig, meneer Pierkan. Maar ik vind dat ze toch niet in die richting hard optreden. Okay, want ik ga u straks die dingen vertellen. Wat ik heb gehoord, wat de vorige regering heeft gedaan, vond ik wel niet leuk. Okay. Dus jullie moeten kijken. Er is een geestelijke leider, toch? En het is een geestelijke leider. Kijk, het is in de media gekomen, dus ik kan gewoon vrij erover praten. Die mensen geld vragen. Maar hij mag ook. Nee, hij komt zeggen, nee, meneer Pierkan. Die man komt zeggen, kijk, meneer Pierkan, als ik 70 US zo, dan zeg ik, nou maar bij meneer Pierkan. Maar mevrouw, laat me u vraag stellen, kijk. Hij is een geestelijke, ik heb het ook gezien, mm-hmm. En hij zegt tegen zijn geloofsgenoten, ik ben niet zijn geloofsgenoot, houd dat vast. Maar hij zegt tegen zijn geloofsgenoten, ik heb een x-bedrag van je nodig. Toch? Mm-hmm. Dan ligt het aan die mensen of ze het willen doen of niet. Toch? Maar dat ligt niet aan mij. Ik ben zijn geloofsgenoot niet. Als ik zijn geloofsgenoot zou zijn, zou ik hem vragen, waarvoor heb je het nodig? Waarom vraag je dat mee? Maar ik ben niet zijn geloofsgenoot. Ja, dat zit ik ook af te vragen. Maar je hoeft het niet te doen. Nee, ze hoeven het niet te doen. Well. Maar de meesten doen het. En dat weet ik nu niet, dat ik doe. Maar anyway, ik ga niet te veel praten, want als je te veel praat, heb je veel te verantwoordelijk. Correct. Maar, maar in ieder geval, dat ze hem niet erop wijzen. Dan moet je echt gestoord zijn als je mevrouw Sandra van Noord om zoiets te doen. Ik zou het ook niet doen. Kijk, meneer Pekan, als ik 50 US nodig heb, dan kom ik, meneer Pekan. Nee, meneer Pekan, maar ik ga echt niet gaan zeggen de heilige geest heeft op mijn hart gezet. Weet je, normaal. Ik heb het ook gezien. Nee, dat ding heeft me goed geïrriteerd. Dus ik hoor nog even een minuutje. Ik hoorde een paar seconden. Ik hoorde het mini-opbelsprogramma. Ja. Maar je collega's van een ander medium aan de Mesa toen ze dat bandje draaiden met die geestelijke leden, ze stemmen op de heilige geest op mijn hart. Okay. En als je geen 40 US doet, dan kan je 500 SND. Nee, maar geestelijke leden, je moet je schamen. Ja. En het irriteert me nog steeds, want anders zou ik het niet aanhalen. Nee, maar meneer Pierkan. Maar misschien moet u vergeven. U moet voor iedereen vergiffenis vragen, ook voor mij. Nee, niet voor deze. Nee, voor iedereen. Nee, niet voor deze. Nee, dat is te gek. Oké, is goed. En aan de gewezen president, meneer Bouten, zo wil ik zeggen. Zoek je allemaal, iedereen weet dat hij uw geestelijke leider is. Zoek alsjeblieft aan de geestelijke, want er zijn een heleboel goeie die rondlopen. Oké, is goed. Maar in ieder geval, meneer Pierkan, om van een lang verhaal een kort verhaal te maken. Meneer Santoki moet duidelijk zijn. Oké, is goed, mevrouw. Ja, hij moet duidelijk zijn wie het gelag gaat betalen. Zeker. Had mij die geestelijke leider ook gaan halen. En die 6000 die hij 10 jaar lang heeft gehad van de gewezen president. Is goed, mevrouw. Ja. Oké, is goed. Dank u. Kijk. Wanneer je iets doet, je mag alles doen wat je wil. Maar je moet alles dat je doet, moet je goed voorbereiden. En je moet nooit iets lanceren als je de voorbereiding nog niet goed hebt gedaan. De bedoelingen kunnen goed zijn, maar je moet het voorbereiden. En die voorbereiding gaat gepaard met
wanneer je klaar bent met informatie. Niets anders dan informatie geven. Begrip vragen. Draagvlak zoeken noemen we dat. Dus vandaar dat er een bal is gegooid. En we gaan 10% moeten betalen, omdat Kondre bankroet. Iedereen zegt oké, maar waarom moet ik nou? Waarom moet hij niet? Waarom moet ik? Waarom moet hij niet? Dus daarvoor moet er tekst en uitleg komen. Dat is één. We moeten ook naar die scheven kijken, maar je moet geduld hebben. Ik weet dat die scheven gewezen gaan worden. Die belastingsscheven gaan gewezigd worden. En wanneer die verschuiving heeft plaatsgevonden, dan pas kunnen we een verdere discussie voeren van wie is een targetgroep en wie is geen targetgroep. Maar zolang die scheven nog onduidelijk... In deze situatie, hoe het nu is, is het niet uitvoerbaar. Dat kan ik je nu al zeggen. Het is niet uitvoerbaar. Dat hebben de vakbonden ook gezegd. Maar tegelijkertijd heeft de minister van Financiën ook gezegd, de scheven zullen verruimd worden. De belastingsscheven, de hoogtes waarin je betaalt en waarin je niet betaalt, zullen verruimd worden. Dus ik kijk eerst naar dat uit. Om te zien wie is target en wie is geen targetgroep. U bent in uitzending. Goedenavond. Ja, goedenavond. Spreekt de heer Rafael. Ik wil even reageren aan meneer Sonet. Hij belde en hij sprak over Brazilianen, goudzoekers. Daar moeten we dus die 10% of belasting zoeken. Deze meneer leek erop dat hij probeert te generaliseren hoe hij zo praat. Leek erop ook dat hij probeert haat te zaaien tussen verschillende bevolkingsgroepen. Volgens mij heeft dit over het algemeen, denk ik. Hij heeft het zo genoemd, maar laten we over het algemeen gaan. Iedereen die in die goudsector zit. Ja, precies. Dat wou ik even corrigeren, want ja. Ik vind het eigenlijk dat niet leuk. Want elke keer wanneer je iets slecht hoort over Brazilianen, dan proberen men te generaliseren. Correct. Ja, ik begrijp dat. Is dat. Bedankt. Is goed. Ik denk dat de beller eerder bedoelde mensen die in de informele sector zitten, in de goudsector. En dat zijn niet alleen Brazilianen. Houdt u dat ook wel vast? Dat zijn niet alleen Brazilianen. De Brazilianen staan er wel bekend om, maar er zitten ook veel Surinamers erin. Er zitten veel eigen landgenoten in die sector. Dus we moeten niet generaliseren of stigmatiseren op een bepaalde groep. Oké, wat ik wel weet, het is bekendgemaakt nu. President Santokki heeft vandaag een presidentiële commissie geïnstalleerd. En dan moet u nog goed luisteren. Deze commissie is om binnen 6 maanden, je moet weten, een land, wat ik je vaker heb uitgelegd, een land wordt geordend op basis van wetgeving. Is niet omdat we het gevoel hebben dat geld is gestolen, want het is het gevoel, is een gevoel dat hangt in de samenleving, zegt iedereen van, ga dat geld halen. Gotekamoni. Ja, maar Pim Gotekamoni. Je kan niet zomaar bij iemand thuis invallen van, ik ben geld komen halen omdat ik je naam heb gelezen ergens. Dat werkt niet zo. Want je kan ook onschuldige mensen criminaliseren als je in een Wild West situatie gaat. Dus vandaar dat alles dat gedaan wordt, binnen regelgeving moet gebeuren. Omdat we willen juist weg van die gangstermentaliteit die we mogelijk hebben gehad de afgelopen periode. We willen geen gangstermentaliteit. We willen een geordende mentaliteit hebben waarbij het Openbaar Ministerie alle ruimte krijgt via wetgevingsproducten om te zeggen, ik kan mijn werk doen. We willen geen gangstermentaliteit. Oh, amanda meer, amanda tikwa money, daar rekte kamano. Nou, dat werkt even zo niet. Dus, en vandaar dat we allemaal haast hebben. En ik begrijp die haast. Maar we moeten er ook voor waken dat al het leed dat naar mensen is toegekomen, veel leed is naar mensen toegekomen in de zin van maatschappelijke achteruitgang, niet vertaald moet worden in haat en wrok. Het mag niet vertaald worden in haat en in wrok. Het moet vertaald worden in de zin van, laten we dat werk gaan doen en laten we het wel geordend gaan doen en niet in diezelfde vorm die voor die leed heeft gezorgd. U bent in de uitzending, goedenavond. Goedenavond. Ik wil een lans breken voor deze nieuwe regering. Ja.
Ze zijn nauwelijks 2 à 3 weken aan de macht. En ja, de betalingen moesten plaatsvinden, die van juni, die van juli. Dat van de zorg kon niet op tijd overgemaakt worden en dat heeft geleid tot stakingen. Ik ben de mening toegedaan dat dit de snelste manier is, het innen van belasting, dat de snelste manier is om geld te genereren, om de lasten, de maandelijkse lasten te betalen. En we wisten van tevoren dat we offers zouden moeten brengen. En ik heb tot verschillende mensen gepraat en die zeggen van, ik lever liever 10% belasting extra in, dan opnieuw teruggaan naar de periode van de regering Boutersen. En ik denk dat als we nu inleveren en het beleid is goed, dat we naderhand zullen genieten. Dat er daarna welvaart zal komen en dat wat we hebben moeten inleveren, dat wij dat op den duur wel terug zullen krijgen. Ja. Dus ik denk van, ja, we klagen allemaal nu. We hebben 10 jaar geklaagd en we wilden een nieuwe regering, iemand anders aan de macht hebben. Dat is er nu en het beleid wordt uitgezet en er is van tevoren gezegd, we gaan wat moeten inleveren. Nou, dan moeten we dat even doen om naderhand, na verloop van tijd, weer op de rails te zijn en dat het beter zal gaan in Suriname voor ons en voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. Prima, dan begrijp ik u ook. Is goed, dank u wel. Kijkt u, wanneer je iets invoert, ik blijf erbij, leg mensen uit. Leg mensen uit, waarom? Maar ik zeg ook, laten we op die scheve verschuiving zorgen, wachten, want dan hebben we een beter beeld wat er gaat gebeuren. Een ander model is ook, want kijk, je moet creatief zijn. Als je tegen mij zegt, ik ga die 10% betalen op basis van een verschuiving van de schijven en ik kom in een x-schaal terecht, whatever. Maar zeg ook tegen mij. Als het goed gaat, over een paar jaar, geef ik het je terug. Nee, zeg het ook tegen mij. Je wil het van mij, omdat je geen geld hebt. Prima, oké. Maar geef me, welk voordeel heb ik eraan? Op lang termijn. Want iedereen kijkt eerst altijd naar zichzelf. Een land wordt niet geordend op basis van een land. Nee, het werkt niet zo. Iedere burger kijkt eerst naar zichzelf. En wanneer die burger gestabiliseerd is, dan pas kan die burger naar groter verband kijken. Denkt u dat die arme man, wiens dak vandaag lekt omdat het zo zwaar heeft geregend vanmiddag, dat hij geïnteresseerd is in het verhaal van ons? Ik geloof het niet. Ik neem die man niet kwalijk. Want het heeft verschrikkelijk hard geregend. Alles is onder water. Kijk naar je buurt, kijk naar je straat. Hij heeft daarvoor geen begrip. Waarvoor hij begrip heeft, is wanneer wordt mijn leven zelf beter. Hij kan het grote verhaal niet zien. Hij kan het niet zien. Hij wil het ook niet zien. Hij heeft die ruimte ervoor ook niet om het te zien. Hij heeft die ruimte ook niet. Dus wanneer je mensen zegt, luister jongens en meisjes, dames en heren, op basis van Pietje Puk, geef het in een matrix, verzet die schijven eerst, dan hebben we een betere discussie. Leg me uit waar dat geld naartoe gaat. Leg mij uit waar dat geld naartoe gaat. Je wil geld van mij? Zeg me waar het gaat. Zeg me niet gewoon, ik heb geld nodig omdat ik geen geld heb. Nou, daar koop ik niks mee. Maar vertel me wel wat je ermee gaat doen. Creëer draagvlak, creëer begrip, praat met de vakbonden, praat met het bedrijfsleven, praat met VSB, praat met ACMOS, praat met de ASFA, want die mensen hebben die loontrekkers in dienst. Bedrijven hebben loontrekkers in dienst. Daar heb ik het niet over de informele sector. Je moet draagvlak gaan zoeken. En als je dat hebt, je hebt begrip gevraagd voor die samenleving, dan kan je een triggermoment gaan uitvoeren. Maar je kan ook tegen mij zeggen, hé heren, maar ik heb het idee. Nou had hij het idee. Maar daar kon er draai en reserve bouw bakka, dan moet je een korting bakka. Moet je een korting. Want dan kan ik een longstrook bakken. Is dat niet zo? Dan denk je, een jaar is mijn slagvie, want ik ben mijn paai. Maar nou, het is een draai. Van wakker, moet ik zo'n 3% bakken. Dus het is een give and take. Creativiteit aan de dag leggen, draagvlak zoeken. En dan kan je verder huppelen met het verhaal. Maar tegelijkertijd, wat zegt die burger? En dat voel ik steeds aan. Die burger zegt niet per se nee. Wat die burger zegt,
Maar zij de mimus pai en een informele sector ne pai. Dat is het wrang gevoel tussen loontrekker en de zwarte markt. Dat is het wrang gevoel. Allemaal van hier, no? Maar dan ga ik liever zwart werken. Dan ben ik ook op blakka. Maar dat willen we niet, toch? Dus hij zegt niet nee. Ik heb niemand hard niet horen zeggen. Want ik zeg van, ik kan naar school gaan, ik heb gestudeerd, ik moet vooruitstrevend zijn, ik moet dit zijn, ik moet dat begrijp ik. Maar het gevoel is ook, waarom haal je het niet bij de mensen die niet betalen? Dus je moet op meerdere sporen tegelijk met een verhaal komen. Ik ben straks weer terug met meer Kal Ajor Kal. Tot straks. Dames en heren luisteraars, welkom terug tot Rashid Pierkans Kal Ajor Kal. Gisteren, vandaag en morgen voor woensdag 5 augustus 2020. Mijn naam is Farid Pierkan en ik presenteer u deze uitzending. We doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. Wat intussen bekend is geworden, is dat de overheid per juni 50.064 ambtenaren in dienst heeft. Dat is verdomd veel. 50.000. En in januari van dit jaar was dat nog 46.461. En dan ziet u een stijging tussen januari en juni naar 50.000. Alleen het verschil tussen januari en juni zijn er pakweg 3.603 mensen extra in dienst genomen bij de overheid. En iedereen die jij in dienst neemt bij de overheid, dat ze ook bij, als zou dat uw eigen bedrijf zijn, of als zou dat op een microniveau in uw eigen huishouden zijn, zou je die mensen moeten betalen. En die extra 3.603 mensen, die kosten 61,2 miljoen SRD bruto, kost die extra. Goedenavond, u bent in de uitzending. Ja. Ja, goedenavond meneer Pierkan. De heer Andro. Ja, meneer Andro, gaat u gang. Ja, meneer Pierkan. De VHP heeft tijdens hun verkiezingscampagne altijd gezegd van ja, we're sitting. En we hebben dat geld om dat land weer op hoogte te brengen. Maar nu zien we dat de nieuwe regering, van de VHP en ABOB, dat zij nu met andere maatregelen komen of andere regels komen, waarbij ze dat geld van het volk gaan halen. Waarom moet het zo zijn dat altijd wanneer een bepaalde regering aan de macht is en zij dat geld van het land of het volk hebben verbrast, dat het volk weer moet inleveren? Ik vind van de VHP had zoveel te zeggen tijdens de verkiezingscampagne. Toch, laten ze nu tonen dat ze het nu wel kunnen, want door zitting toch, met de zitting. Begrijpt u, het is niet eerlijk dat wij als volk altijd moeten inleveren. Toch, kom met andere systemen, er zijn andere modellen, andere manieren. Kan ik u wat vragen? Ja. Alleen ter verduidelijking en ter verrijking van mijn kennis. Van waar zou dat geld moeten komen? Binnen twee maanden. Er is geen geld. Uw portemonnee maakt u nu open. Er is geen geld. En u moet uw huis pas gaan betalen. Mm-hmm. Waar gaat u dat geld in twee maanden vinden? Verreek me. Meneer Pierkan. Ik wil niet praten over wisten ze. Fact of life is nu. Wat zou u doen? Ik wil niet weten wat zij zouden doen. Want dat weten we al. U zegt ze kunnen niks doen, dat weten we. Wat zou u doen? Wat ik zou doen? Ja. 1. We hebben een brug over de Suriname rivier. Tol eisen. Als ik vlak hier naar Guyana ga, over de Burbies rivier, betaal ik iets van 25 SRD. Als je het omzet in SRD. Per personenauto. Toch? Er rijden duizenden auto's over de Surinamebrug dagelijks. Toch? U sprak net ook over de informele sector. Oké, ik wil niet te veel daarop ingaan, want hij heeft het heel mooi uitgelegd. Maar laten we beginnen bij die brug daar. Laten we ook beginnen in de stad. Toch? Ik was in Nederland 2015. Ik heb 9 euro betaald om te parkeren voor 2 uurtjes in Amsterdam.
Toch? Waarom kunnen we dat systeem niet hier toepassen? Oké, ik ga mijn vraag nog een keer herhalen. U moet naar mijn vraagstelling luisteren. Ja. Uw portemonnee is leeg. Ja. U moet uw huisbas betalen en u hebt 2 maanden de tijd om dat op te hoesten. Denkt u dat het begrotingstekort dat die overheid aan lonen moet betalen per maand, dat dat middels deze kleine micro-inkomsten gaat gebeuren? Maar dat zijn micro-inkomsten, kleine inkomsten. Dat is leuk, het klinkt interessant, daar niet van. Maar het zijn kleine inkomsten, tegenover die grote lasten per maand. Oké, tot slot. Maar anders ga ik u uitnodigen voor een discussie. Maar ik begrijp u. Maar maakt uw verhaal af. Oké, dus mijn punt is, wij moeten nu niet gaan inleveren. Want er zijn regeringen op regeringen die komen en ze doen wat ze willen. Ze stelen dat geld van het land en van het volk. En dan moeten wij altijd inleveren. Het is niet eerlijk. Het is oneerlijk. Dat is mijn punt, meneer Pierkan. Dank u wel. Ik begrijp u. En dat is het gevoel van de doorsnee burger, wat deze meneer heeft geuit. Want het gevoel hoor ik ook min of meer bij de mensen. Min of meer hetzelfde. Waarom moet ik betalen voor iets dat ik niet heb gecreëerd? Dat is de strekking van het verhaal. Waarom moet ik betalen voor iets dat ik niet heb gecreëerd? Dat is die rode draad. Maar nu wil ik u wat vertellen. En daar was ik even bij gebleven. President Santokki heeft vandaag, u weet, er was een anticorruptiewet aangenomen tijdens het vorige kabinet. Maar deze anticorruptiewet is nooit geactiveerd geworden. Dus het was een wet die gewoon hing in de lucht en het deed gewoon niks. En het kon ook niks doen. Een van de redenen, het is niet afgekondigd. En een tweede reden is, bij die wet moet je uitvoeringsbesluiten hebben. Want je hebt een wet, prima, dat zijn de basisregels. En dan moet jij uitvoeringsbesluiten maken hoe ik deze wet ga uitvoeren en ga implementeren naar beneden. Zo werkt een wetgevingsproduct. En die uitvoeringsbesluiten, die zijn er niet. En doordat die uitvoeringsbesluiten er niet zijn, kan je die wet niet uitvoeren. Je kan hem niet uitvoeren. Dus wat heeft president Santokki vandaag gedaan? Hij heeft het Openbaar Ministerie belast. Iemand van het Openbaar Ministerie heeft hij gevraagd. Hij heeft aan het parket gevraagd, want hij kan het niet doen, houd dat vast. Het Openbaar Ministerie heeft daarom ook mevrouw Carmen Rassam aangewezen voor de periode van 6 maanden... En dat is namens het Openbaar Ministerie, om als voorzitter te fungeren van deze commissie, om het volgende in orde te maken. Want een land wordt geregeld op wetgeving. We kunnen niet achter mensen rennen zonder een wetgeving, anders gaan die mensen gewoon naar de rechter stappen. Dat alle uitvoeringsbesluiten in place gebracht moeten worden. Verder moet er een mechanisme in place gebracht worden over de bemensing. Je moet mensen hebben die deze besluiten gaan uitvoeren en gaan monitoren. En verder moeten de uitvoeringsbesluiten dan ook gepubliceerd worden. Want wanneer ik zeg, ik ga A, B, C, D doen, dan heb jij als burger moeten weten, ja, waar kan ik het lezen dat je het werkelijk gaat doen? Dus dan moeten al deze uitvoeringsbesluiten dan ook gepubliceerd worden in het Staatsblad en in werking treden. Dan pas kan je die anticorruptiewet in werking brengen. Dus er is een wet gemaakt, maar die hangt ergens en nergens in de lucht. Dus wanneer deze boutjes en moertjes zijn ingevuld, dan heb je een trigger date, dan begint die wedstrijd van deze anticorruptiewet. Dan pas begint het. Tot daaraan toe kan je er niks mee doen. Gewoon niks mee doen. U bent in uitzending. Goedenavond. Goedenavond. Ik wou iets heel anders aanhalen. Gaat uw gang. En dat is iets dat ik meegemaakt heb bij een bank. En ik weet, ik had u ooit eens misschien via de mail nog benaderd om eerst een goed gesprek te hebben over het bankwezen. En misschien is het wel de tijd dat we dat een keertje gaan doen. Ik was bij een bank 2 dagen terug en ik heb een situatie daar aangetroffen waarbij de bank vanwege de COVID-maatregelen mogen er maar 5 mensen binnen gaan. Dus 5 mensen maar in die hele ruimte daar. Dus als er natuurlijk 4 mensen bij de balie zitten die gaan over rekeningen open, etcetera. Dan kan er maar 1 persoon naar de kassa gaan. Dan staat er een rij van hier tot ginder buiten. Aan weerszijden van mensen die naar de kassa moeten en mensen die gewoon naar de balie moeten voor een lening, etcetera. Als er op een gegeven moment 5 mensen bij de balie zitten
En er is niemand dat betekent dat er niet een zesde persoon naar de kassa kan gaan. Dan zitten de mensen bij de kassa's, in de vier kassa's open. En men zit gewoon te duim draaien tot er iemand eruit gaat. Zodat er iemand naar de kassa kan gaan. Op een gegeven moment stond ik een tijdje daar. En dan vraag ik me af, hoe onmenswaardig is dat, dat mensen zo lang buiten moeten staan om naar binnen te gaan. Ik snap dat er kopen, maar kan zo'n bank niet een beetje out of the box denken van jongens, hoe kunnen we de klanten beter faciliteren? Want we zijn geen bedelaars, het zijn klanten. Beter faciliteren, zodat er een vlotte afhandeling is. Er staat op een gegeven moment een seniorenburger staat op, loopt naar de security en vraagt op een gegeven moment aan de security van, meneer, ik sta al een uur zit ik hier zo te wachten. Kan ik niet worden gehoord, want ik moet ook nog eten. En dan staat de security, dan kijkt de security die man in de ogen en zegt, wij hebben geen regelingen voor seniorenburger. Nou, toen zakte mijn broek af. Ik dacht van, op die manier ga je toch niet met klanten om. Hoe kan bijvoorbeeld, en dan wil ik dat meegeven en misschien via u naar de overige banken. Als iedereen die binnenkomt moet ze zijn volgens de COVID-maatregelen moeten hun handen wassen, ontsmetten en ze worden getemd voordat ze naar binnen gaan. Waarom worden die mensen niet, iedereen die buiten staat, getemd? Dan kan je zien als iemand al een hoge temperatuur heeft, dat diegene dan sowieso uit de rij moet gaan. Dan hoeft diegene niet twee uurtjes te staan te wachten om uiteindelijk bij de portier te komen en getemd te worden. Zeg van mevrouw, u moet weggaan. Dat is één gevaar die eraan zit. Het volgende gevaar die daar zit, dus al die mensen die daar buiten stonden, al die mensen die daar buiten staan, die staan dan in gevaar, want zo iemand is al in die groep. Dus ik zeg, tem de mensen buiten, en als ze weer binnenkomen, mag je ze weer tempen, maar dan heb je zo weer het bankpersoneel beschermd als de klanten die buiten staan. Dus ik hoop dat de banken een beetje out of the box gaan denken om een beetje klantvriendelijker te worden, want het kan niet zo zijn, het lijkt alsof die gasten daar buiten als bedelaar staan. Het zijn die klanten, die mensen die daar buiten staan, zij zorgen voor de lonen voor de mensen van het personeel daar binnen en niet omgekeerd. Dank u. Dank u wel. Ik hoop dat de mensen van de banken meeluisteren en die positieve opmerkingen van de beller meenemen en kijken wat ze kunnen toepassen in hun systeem. Ik heb altijd gezegd en ik blijf het zeggen, de wijze mensen zitten aan de andere kant. En dat ben u, dat ben niet ik. En we leren veel van elkaar en we hoeven niet alles goed te vinden van elkaar. Maar aan the end of the day moeten we toch kunnen zeggen, hey, dat zou toch wel even kunnen gaan werken. U bent in de uitzending. Goedenavond, dit is Kala Jorkel. Meneer Pierkan, goedenavond. Ja, meneer, goedenavond. Ik wil mijn mening geven over die informele sector waar eventueel geld gehaald moet worden. Gaat uw gang, we luisteren. Ik zeg, onze VP is samen met de regering op zoek naar geld. Hij is de juiste persoon met een ondervoorzitter, de heer Bordeaux, om aan te geven wie de mensen zijn in de informele goudsector. Men loopt met kilo's goud en strooit met geld op straat. Mijn vraag, hebben ze ooit belasting betaald? Dank u wel. Oké, die vraag van u kan ik niet beantwoorden. Ik ben niet van de Belastingdienst. Maar we begrijpen wel waar u naartoe wil gaan met dit verhaal. Dat begrijpen we wel. Dit is Kel Ajorkel. Om een land te draaien, een land wordt niet als een bedrijf gedraaid. Mensen zeggen je moet een land draaien als een bedrijf. Dat klopt niet volledig. Omdat een land heeft meer verantwoordelijkheden. Een land moet scholen bouwen, moet voor infrastructuur zorg dragen, moet voor nutsvoorzieningen zorg dragen, moet voor AOV zorg dragen, moet voor kinderbijslag zorg dragen, moet voor uitkeringen voor mensen met een beperking zorg dragen. Dus een land is meer dan wanneer mensen zeggen, iedereen is aan een bedrijf. Dat werkt gewoon niet op één zo. Maar de basisuitgangspunten, die blijven min of meer wel hetzelfde. Dat betekent, je moet efficiënt kunnen zijn. Je moet zuinig zijn met dat geld. Je moet dat geld besteden waar het besteed moet worden. Je moet je inkomsten en uitgaven wel kunnen balanceren en het uitzetten waar het uitgezet moet worden. Daarvoor moet je wel je prioriteit aangeven. Dus de basisuitgangspunten die blijven wel min of meer hetzelfde.
Maar Santokki gaf aan, en als de minister van Financiën, dat de schuld, kijk, een land, je moet een land in een micro, in een klein verband zien als jezelf. Als je een schuld hebt en iedere morgen word je wakker en je weet, ik moet uit die 10 gulden die ik verdien, moet ik 7 gulden bij wijze van spreken betalen, dan blijft er maar 3 gulden voor jezelf over om je huishouding en om je leven in te richten. Ik geef het maar in een kleine vorm weer. Maar zo moet u het groot vertalen. Groot vertalen. En dan gaat u merken dat op een gegeven moment u met die 3 die u overhoudt niet kunt rondkomen. U krijgt een probleem. Dan gaat u beginnen te sputteren. Dan gaat u beginnen te sputteren. En die sputtering op uw niveau gaat ervoor zorg dragen dat u stress gaat krijgen, gezinsontevredenheid gaat krijgen en allerlei individuele persoonlijke gevolgen voor u gaan daaruit komen. En een land, dan moet je er in een groter verband kijken. Maar daar kom ik dan straks op terug. U bent in uitzending. Goedenavond. Goedenavond, meneer Pierkan. Goedenavond. U spreekt met Irvin. Ik wilde ook eventjes mijn mening geven. Kijk, ik heb gezitten luisteren naar de mensen. En ik begreep het, weet je. Zelfs ook als werkende, als belastingbetaler. Ik kan begrijpen dat de mensen niet staan te springen. Niemand staat erop te wachten om te horen. We moeten nu meer belasting gaan betalen. Maar het is nu eenmaal zo. De mensen moeten ook een beetje realistisch zijn. Omdat we hebben 10 jaren lang moeten verduren met regering Boutersen. We hebben zoveel geklaagd, we hebben zoveel gesproken. Maar we hebben dat nog moeten slikken. Want je hebt toen geklaagd, maar het kon ze niks schelen. Ze luisterden niet. Nu probeert de regering van Santokki met iets te komen, waarbij ze dan inderdaad de schulden moeten gaan betalen, want ze moeten het ergens vandaan halen. En we zijn er terug om te zien dat dat bij ons gaat moeten zijn in deze fase. Ze hebben een voorstel gedaan. Het is misschien dan nog niet helemaal, 100%. Dat hebben de vakbonden ook aangehaald. Dus dan moeten ze daar nu weer even naar kijken om met een tegenvoorstel te komen, waarbij dat wel zou moeten gaan werken. De mensen moeten nu, nogmaals, ik zeg net, we alles moeten slikken wat ze voorkomen. Maar we moeten wel realistisch genoeg zijn om te zien van, we moeten ze de gelegenheid geven. Ze zijn er nauwelijks, niet eens een maand. En ze proberen het. De mensen die verwachten dat deze regering zou komen en hebben gezegd, oké, kom op, we gaan dit gelijk oplossen. Wat die anderen kapot hebben gemaakt binnen zoveel jaren. Brunsie, zet jij even een paar kilo goud. Ik zet wat geld. We gaan alle schulden betalen, Nederland gaat ons helpen, we zijn binnen 2 maanden weer zoet. Die mensen dromen. Sorry als ik het zo moet zeggen, maar het is zo waar. Ja. Dus we gaan dit nu eventjes moeten doen. En het is goed als de mensen kritisch zijn. Als het niet werkt, dan moeten ze dat ook, dan mogen ze dat zeggen. Maar nogmaals, die mensen proberen het, geef ze de gelegenheid. Dat is mijn mening. Oké, dank u wel. Wanneer we zeggen mensen proberen het, geef mensen de gelegenheid. Daar ben ik die mening ook toegedaan. Maar ik zeg tegen proberen en gelegenheid geven is verantwoording. Dus wat ik daar wel wil is verantwoording. Daarom heb ik vanaf dag 1 gezegd, deze regering ga ik niet kritisch begeleiden. Ik ga het positief begeleiden. Positief betekent niks anders dan wanneer ik A zeg, je ook een oplossing voor B geef. Wat niet per se hoeft te zijn dat B goed is, maar tenminste presenteer ik iets. En iets hoeft niet per se goed te zijn. Want alleen maar zeggen, dit is niet goed en dit is niet goed en dat is niet goed, maar je hebt zelf geen oplossing voor wat er moet gaan gebeuren. Oké, dan weten we hoe we dan verder kunnen. Maar natuurlijk heeft niet iedereen een kant-klare oplossing voor alles. Ze hebben wel gedachtegangen, maar ik zeg altijd, de gekste ideeën van iedereen daarbuiten kunnen gaan werken. De gekste ideeën kunnen gaan werken. Het zijn niet vaak de beste ideeën. Het zijn soms de gekste out-of-the-box ideeën kunnen gaan werken. Daarom zijn alle ideeën van alle burgers welkom. En u moet nooit bang zijn om te zeggen van, ik geef een idee en wat denken ze, dan gaan ze me uitlachen. Nee, want je weet nooit dat jouw idee die million billion dollar idee is. U bent in de uitzending, goedenavond. Ja, goedenavond, Fari. Goedenavond. Ja, ik wil namelijk even een paar voorstellen die over de belasting. No? Namelijk, één, we moeten rekening houden met die economie. Ook hè, dat van de middenklasse, dat wil ik zo voorstellen. Dat ergens van 7.500 naar boven
mensen, zeg maar, wat de overheid nodig heeft om die stem draaien te houden. En van 750 naar 1000 vrij te laten iets bij Rwanda. Die groep is dat die economie in stand gaat kunnen houden. En het overige geld dat gehaald moet worden, denk ik dat het wel weten dat wat de vorige regering, dat opeenvolgende regeringen, bij wet is niet vastgesteld en daarvan wordt misbruik gemaakt. En we moeten nu kijken wat de afgelopen 10 jaar is gebeurd. Namelijk die benoemingen en die bejaarde mensen. U weet het, iemand van 80 jaar, 70 jaar, noem maar op met bezoldiging, die moeten bij wet teruggedraaid worden. En dan denk ik dat het niet te lang gaat duren. Want u kunt het krijgen. En die aantal ministers, directeuren, die zijn gefaciliteerd. Niet ontslagen of wat. Nee, ze maken gewoon een patroefing. Ik kon er ook al ja, zo te passen, maar niet weer dat te doen. Dus die dingen moeten geregeld worden. Direct nu inzetten. Dat nadat zelfs meneer Santoki ook na 5 jaar komt, dat geen enkele regering meer dat gaat kunnen doen. Want er zijn geen wetten gemaakt en daardoor krijg je deze soort calamiteiten en te voorkomen. Laten we Suriname proberen te redden. En ik heb een volledig geloof in dat we boven water komen. En dan we een goed en eerlijk Suriname met respect weer zullen krijgen. Dank u. Oké, dank u wel voor uw bijdrage. Dit is Rashid Pierkans Kalajorkel. Deze regering zet pakweg 2,5 week aan. Ze hebben in die 2,5 week toch gedaan, iets gedaan wat mogelijk niet zichtbaar is voor de bevolking, maar ze hebben in de administratie wel een aantal zaken snel moeten doen. Want je moet nagaan, je stapt in een warzone. Je komt aan de macht en nu moet je gaan doen. Maar dat heel ander gebied waarin je gaat, is een warzone. Waarvan het overgrote deel waarin je binnentreedt, kijk, oh, wie is deze man? Gaat hij nou met me werken? Gaat hij niet met me werken? En dan heb je een groep die zegt van, ik ga wel werken. En dan heb je een andere groep die zegt, nee, ik ga helemaal niet werken. En dat alles moest je kunnen flikken in een week. Want je bent in een warzone terechtgekomen. En dan wil je uit die warzone komen. Je wil hem ordenen. En je wil alle goede mensen die willen werken, die wil je behouden. Maar de mensen die niet willen werken, die ga je geleidelijk moeten gaan schuiven. Maar die moet je eerst identificeren. Want je komt in een warzone terecht van 10 jaar. En dan stap je naar binnen. En dan zeg je, oké. Dus dan ga je acuut binnen een week iets moeten doen dat niet zichtbaar is voor die bevolking. Maar in die administratie wel begint te werken. Want die administratie moet beginnen te draaien, hè. Die government administration moet beginnen te draaien. En dat hebben ze geflikt in een week. Wat hoogwaarschijnlijk niet interessant is voor u. Maar het is wel gebeurd. U bent in de uitzending. Goedenavond. Goedenavond, meneer Piergaan met Lauda. Ja, goeiedag. Ik ga het eigenlijk over de informele sector. Waar men eigenlijk geld moet gaan halen. Eigenlijk is nu eigenlijk de tijd aangebroken dat je dat eigenlijk een beetje makkelijker kan doen. Men meldt zich aan bij COVID-dingen, dat men een uitkering moet krijgen. Men geeft nu aan hoeveel men eigenlijk moet krijgen, wat men eigenlijk verdiende. Kijk een voorbeeld bij de lijnbussector, openbare vervoer. Wat men aangeeft hoeveel men eigenlijk verdiende. Ga even naar of die mensen ooit eigenlijk belast zijn betaald, of ze niet in baso-dingen zijn terechtgekomen. Ze hebben allemaal een baso-kaart. Maar ze geven nu aan dat ze zoveel elke dag verdienden. Hebben ze ooit belasting afgedragen? Hebben ze geen baso-kaart? Al die mensen die eigenlijk zich aanmelden om in aanmerking voor een uitkering, kan je ze allemaal noteren en kijken, meneer, waar heb je gewerkt? Waar was die inkomen van jou? Dus je moet eigenlijk nu aangeven. Het is aangeven en dan aan de hand daarvan moeten we gaan werken. Is goed. Ik begrijp u. Oké, dank u wel. Kijk, het zijn goede ideeën. Ik zeg niet dat het slechte ideeën zijn, maar al deze ideeën hebben een fase van uitwerking nodig. Dat betekent,
Je moet een software hebben, je moet een geautomatiseerd hebben, je moet een regelgeving maken. Je moet zeggen van hoe ga ik mensen in kaart brengen? Hoe ga ik mensen sieven? Hoe ga ik die goede mensen laten en hoe ga ik die minder goede mensen eruit kunnen sieven? Het zijn ideeën, maar dat krijg je nooit in 3 weken. Is ook bijna onmogelijk. Als je mij daar zet, ik zou het niet kunnen flikken. Maar ik zou het wel in een bepaalde periode kunnen doen. Kan ik wel doen. Maar het zijn ideeën. Het zijn ideeën die meegenomen moeten worden, waarbij mensen zeggen, waar kan die overheid zijn dubbeltje wel krijgen? Want het gaat om die dubbeltje die de overheid wil. Die overheid zegt, kijk, ik wil het niet van jou, alles, maar ik wil wel mijn dubbeltje hebben. En die dubbeltje willen ze van die informatie. Kijk, taxiwezen in Suriname, maar mij loopt taxi, man. Dus de man omraakt dat niet, maar dan rijdt meer. En dan de man dat ik in Utah gaat horen, wanneer rijdt morgen? Want dan Utah gaat horen. Dus dan kijk, taxiwezen is ongeordend. Er is een taxiwet die al 20 jaar, volgens mij, ja, ietsje minder dan, voor het gemak 15 jaar, is er een taxiwet die nog niet gepasseerd is in de assemblée. Een taxiwet. 15 jaar, het ligt op tafel. Het hoeft niet meer gemaakt te worden. Maar niemand heeft gedurfd om die taxiwet te duwen naar de staatsraad, te zeven in die staatsraad en te duwen naar het parlement, dat je tenminste, ik noem maar een sector, het is maar 1 sector, dat je die tenminste zichtbaar maakt. Is niet gedaan. 15 jaar, die wet is er. Nu maar een kotei met elkaar wet bakaren. Wat ze moeten doen, in teka wet, in stoffa wet af, in stoffen af, en je moet hem opdieten, want hij ligt er al 15 jaar. Gaat hoogwaarschijnlijk in tijd een paar commas en puntjes moeten wijzigen. Maar je hoeft geen hele nieuwe wet meer te maken. En dat is maar een voorbeeld. Dus alles dat je wilt doen, moet je binnen wetgeving ordenen, zodat ze in de zichtbare sector terechtkomen. In de zichtbare sector terechtkomen. En dit alles is leuk babbelen, is leuk gezegd, maar het is ook goed gezegd van mensen. Maar je moet een timeframe, timeline vooruitbouwen. Je moet een timeline vooruitbouwen. Je bent in de uitzending, goedenavond. Meneer Pierkan, een hele goedenavond. Ik heb naar uw programma geluisterd. Je hebt verschillende mensen die gebeld hebben, hun mening gegeven hebben. Ik vond het nodig om het volgende kenbaar te maken. We hebben een nieuwe regering om u tegen te zeggen. En mijn verzoek is naar de bevolking, mijn verzoek is naar iedere Surinamer, ook de mensen die in het buitenland luisteren. Mijn verzoek is, als ze bellen naar uw programma toe of als ze op social media zijn, deze regering die nu zit, geven jullie alsjeblieft alleen opbouwende meningen. Zeg zaken waarmee we dit land beter kunnen maken, maar geen afbrekende commentaar, alstublieft. Geen afbrekende commentaar, maar ideeën waarmee we Suriname beter kunnen maken, dit land beter kunnen maken. Ik vond het ook nodig om dit even kenbaar te maken. Okay. Er zijn mensen die thuis zijn en die een bepaalde salaris krijgen. Deze regering die nu zit, moet er werk van maken. En ieder die thuis is en salaris krijgt, pensioen is wat anders. Iemand die pensioen krijgt, die mag relaxen, dat is wat anders. Maar mensen die salaris krijgen en thuis zitten, die moeten aan het werk gezet worden. Niemand moet thuis zitten en salaris krijgen en dan werken ze niet. Zo gaat het niet. Zo a play, nee, play. Oké, okay, ja, begrijp je. Dus. Is goed. Mm-hmm. Gaat uw gang. Oké, okay, meneer Pirkan, ik wens je een fijne uitzending verder. Oké, okay, dank u wel. Kijk, mensen, hun mening. Ik respecteer iedereen's mening, whatever je mening ook is. We hoeven het eens of oneens te zijn, maar mensen mogen hun mening in vrije gedachten ventileren. En je neemt wat jij goed vindt, wat je niet goed vindt, zeg ik altijd, leg het in de prullenmand. Leg het in de prullenmand. Wat je mogelijk is ontgaan, wat is gebeurd in 2 weken, terwijl ik je zei, je komt in een warzone terecht, is er een commissie al geïnstalleerd die al werkt. Er is een presidentiële commissie geïnstalleerd en wat is hun taak? Dan moet je naar die taakstelling kijken. Ze moeten zo snel als mogelijk het personeel adviezen, moeten de president adviseren in zaken het personeel in het overheidsapparaat. Ik zei al eerder, we hebben 50.000 mensen binnen die overheid. Zo, wat moeten ze nog verder doen? Want je kan niet binnenwandelen en zeggen, jij wil ik niet. Want jou heb ik gisteren niet gezien en Bouta heeft jou gezegd, daarom wil ik je niet. Dat ding werkt niet zo. Wat moeten ze nog doen? Ze moeten adviezen snel uitbrengen voor het gezond maken van het overheidsapparaat. Je moet het in kaart brengen. Je moet het in kaart brengen. En wat moeten ze ook nog doen? Ze moeten ook, is hun taak, de dubbele salarissen, de dubbele toucheringen moeten ze in kaart brengen. Dit zijn de 3 werkopdrachten die ze hebben.
Dus die regering heeft in 2 weken al mensen in place gezet. Hé jongens, gaan jullie werken? En dit wil ik van jullie zo snel mogelijk, want dit zijn mijn pijnpunten, waarvan ik zo spoedig een advies van je wil, van wat moet ik ermee doen? Want dit zijn de pijnpunten waarover mensen keer op keer over praten. En die groep is er al. En die groep staat onder leiding van meester Lucky Charan. En die moet rapporteren van, hé, ik heb gewerkt en dit is mijn advies. En zo kan je ermee omgaan. U bent in de uitzending. Meneer Piestan, goedenavond. Goedenavond. Ik wilde alleen maar even opmerken. Ik denk dat dit volk zo drastisch is zoekende naar een oplossing dat men de veroorzaker van dit alles vergeten is. De huidige regering is niet de veroorzaker van de situatie. U als volk is niet de veroorzaker van deze situatie. En wanneer wij een regering krijgen waarbij de president en de vicepresident hun nederigheid tonen naar ons toe door aan te geven dat ze instituten zullen bemannen om die calamiteiten te onderzoeken en ja, strafbaar stellen eventueel, ben ik als mens al tevreden. Wat wij gaan moeten doen is proberen om als volk deze momenten te overbruggen. Want we gaan betere tijden tegemoet. Echt waar. Meneer Pirkan, ik hoor weinig gekibbeld over racisme en noem maar op. Nu is het alles in één richting. Hoe komen we er bovenop? We okay. komen er bovenop, zolang wij ons zodanig opstellen. Prima. En de regering de ruimte geven. Want de regering zit amper dus 2 weken. En puin dat gecreëerd is in 10 jaren, krijg je niet in 2 weken opgelost. Ik begrijp. Meneer Pirkan, kunt u zich voorstellen dat de Sommersdijkskree, die ik geleerd heb op school, dat de slaven het gegraven hebben, dat India, de bevolking van India, ons $20 miljoen geeft om dat te rehabiliteren. En een first lady brengt een stichting in het leven en neemt dat stukje grond. Zo zijn er geschreven regels en ongeschreven regels. Want als wij met geschreven regels gaan werken, heeft ze correct gehandeld, maar immoreel. Oké, okay, is goed. Ik wil bedanken. Dank u. Oké. Okay. Dank u wel. Ten aanzien van het laatste is ten aanzien van Wakapasi. Is daar ontwikkeld geworden middels een donatie van het land India. Toen de president van India een bezoek bracht aan ons land. En als geste heeft hij een donatie gedaan. En op basis van de middelen heeft men dat gebied bij Palmetuin ontwikkeld. Wat bekend staat als Wakapasi. Er is dan een stichting in het leven geroepen en dat is niet het correct gedeelte, die de beheersdaden mag uitvoeren. Uiteraard moet er een organisatie zijn, want je kan niet iets zetten en het hangt in de lucht en niemand weet hoe dat ding te handelen. Maar het kan nimmer zijn dat het een stichting is en wordt waar personen in zitten. En als het toevallig de vrouw van meneer Bouters is, dan is dat een persoon. Het zou een staatsstichting moeten zijn. Een staatsbeheersstichting moeten zijn en geen personenstichting. En daar is die fout. Het is een personenstichting die de beheersdaden mag uitvoeren. En dat is het incorrect gedeelte. En daar is die tjutja in. Je zou een staatsstichting van moeten maken, welke stichting van de overheid is, van die overheid is. Prima.
Maar zo komen we ook leuke dingen tegen die sommige mensen minder aardig vinden. Dus wat ik weet is dat die overheid, het is u hoogwaarschijnlijk ontgaan. Ontgaan in de discussie van zoveel dingen en zaken die we gedaan willen krijgen in één dag. Waarbij een dag maar 24 uur heeft en we willen misschien 100 dingen tegelijk wat niet kan. Maar u onthoudt alleen mogelijk datgene wat u wenst, wat ook kan en wat ook mag. Want niet alles is tegelijk belangrijk voor u. Niet alles is tegelijk belangrijk voor u. U adopteert alleen datgene wat u direct aanspreekt. Die overheid heeft die commissie geïnstalleerd. Maar kijk, als je mensen binnen die overheid zegt, ik wil iemand weghalen. Want iedereen praat van, je moet mensen weghalen. Ik praat niet van, je moet mensen weghalen hoor. Hou dat vast, hè. Ik heb altijd gezegd, we moeten mensen niet broodeloos maken. Maar we moeten wel mensen die incorrect zijn, kunnen zeggen vriendelijk bedankt. Vriendelijk bedankt, u kunt doorfietsen. Maar dat gaat ook niet zomaar. Je kan niet binnenlopen, omdat je een paarse jurk aan hebt. Nee, dat werkt ook niet zo. Het kan een goed mens zijn, toch? Het is hoogwaarschijnlijk ook een goed mens. Is toevallig heeft ze paars aan. Maar dat mag ook. Maar u kunt iemand niet beoordelen op basis van uiterlijk, kleding of whatever. Dus dan wat zegt de regelgeving? Regelgeving. Wens je iemand niet in het systeem te hebben, dan moet je kijken naar die persoons rechtspositie. Daar moet je naar kijken. Want zo werkt het ambtelijke. Ja, no inogo. Oh, drink, jagaman. Oké. Je moet gaan kijken via Subima. Kan je uitdraai vinden van alle mensen hun rechtspositie. Je kan het heel systeem vinden. Je moet dan gaan kijken naar de resoluties. Je moet naar die mensen kijken of ze een beschikking hebben. Je moet kijken naar hun aanstelling. Als ze een vaste aanstelling hebben, dan heb je een probleem. Want een vaste aanstelling bij de overheid is een sterke rechtspositie. Je moet naar die mensen hun paperwork kijken. De mensen die een contract hebben, hebben ze een AO. Die AO heeft een vervaldatum, daarom heet het arbeidsovereenkomst. Dus je gaat naar alle rechtsposities van de mensen in dienst van de staat moeten kijken. En op basis van hun rechtspositie, hun paperwork, kan je eventueel handelen en herordenen waar je wil herordenen. Maar je kan geen pietje-pietje-puk doen. En er ook zo. Je moet naar paperwork kijken. En op basis daarvan oordeel je, je herinricht in hoe jij het ziet. U bent in de uitzending. Goedenavond. Goedenavond, meneer Pirka. Meneer Pirka. Tiedemanten, Sami Merkop, me begon ook naar Larico weg. Wat een wonder bij de, volgens mij, een ministerie onder de werkomandische krab de man. Dus voor het eerst, bak om een jaar, me begon ook naar Larico weg. Bak om een jaar, dat we zien, deze tapastrati langs de weg lopen, naar de werkomand, werkverschaffing. Wij den berm. We bedenken aan twee collega's, de collega's dat lukken. Voor strong ulu den soort sandici. Voor si abede ma om een jaren terug. Als aan de bestamoro. Maar nou je si, workoma be lino. De sesi taki aberem e begin kotibaka. Dat me de mening. Oké, okay, even een vraag. Ik ben go uku no? Ja, ja. Dat zei vanga. Te go uku na kwee go vanga toch. Om een i vanga. No, me no vanga furu. Okay. Ik heb het ook van 16 stuks. No? Ah, oké, okay, oké. Okay, maar bede, mooi. Oké, okay, geweldig, geweldig. Ja, ja. Altja, dank je wel. Dank je wel. Ik wil haar eko's en je wil ook een eko's. Je wil haar koei, Isabito. Oké, dit is Rashid Pierkanske, La Jorkel. By the way, zaterdag 8 augustus ga ik vrijnemen. Bij deze vraag ik u of ik verlof mag nemen. Want ik moet mijn verlofverzoek ergens indienen. Want zo werkt verlof. Je moet het indienen. En verlof is alleen maar als het werk het toelaat. Alleen als het werk het toelaat, krijg jij verlof. Zo werkt het. Dus ik wil mijn verlofverzoek bij u indienen. En ik ga er gevoelig van uit dat u mijn verzoek accepteert. Dus daarom ben ik er zaterdag 8 augustus niet. En 9 augustus is een zondag. 9 is de Nationale Vrije Dag. Is de dag van de inheemse. Tegelijkertijd is het de dag van de Javaanse emigratie. Het is een nationale feestdag, het valt op een zondag. Dat betekent dat u maandag niet vrij bent. Dus niet omdat toevallig deze nationale feestdag op de zondag valt, dan zegt u, oh, dan ben ik maandag vrij. Nee, er is maar één dag bij wet vastgesteld, maar één dag.
Dat is 1 juli, Kittikotti. Als die op een zondag valt, dan is de eerstvolgende werkdag gelijkgesteld aan een zondag. Dat geldt alleen voor Kittikotti en niet voor de overige dagen. Dit is Kala Jorkel, live vanuit Paramaribo, Suriname. We willen veel veranderen. Ik wil ook veel veranderen. Ik wil ook dat alles beter gaat. Het bedrijfsleven ook, om het eerlijk toe te geven, rechtvaardig toe te geven, ook ons bedrijf is achteruit gegaan. En dat komt niet door de werknemers, houdt u dat vast. Het komt niet door het personeel. Het komt nog minder door de managementmensen eromheen. Nee, de economie is gewoon in elkaar geklapt. Dat merkt u buiten. De inverdiencapaciteiten zijn afgenomen. Zo ook bij alle bedrijven die op een rechtvaardige manier werken. Bij alle bedrijven is dat afgenomen. De bedrijvigheid is afgenomen bij bedrijven en zo ook bij ons. Dus wij proberen ook te overbruggen. Wij proberen ook te overbruggen in de wens dat de economie weer in de lift mag. Want alleen als de economie gaat draaien, gaan wij ook kunnen meeliften. Als de economie er draait, gaan wij niet mee kunnen liften. En hoe kan een economie draaien? Die overheid moet geld verdienen. U als burger moet meer geld hebben. U moet meer geld hebben, zodat u dat kunt spenderen, waarver u het ook wil spenderen, zodat er circulatie komt. Die overheid moet zijn invoeringcapaciteiten gaan halen, voornamelijk van de belastingen, van de heffingen. Maar de overheid moet het ook gaan halen van de royalties die ze heeft gesloten met bedrijven, waarmee ze overeenkomsten heeft gesloten, daar haalt ze het ook van. Verder kan de economie alleen maar groeien als er meer bedrijven komen in de particuliere sector. Meer bedrijven komen. Dus er zijn meer schakels aan verbonden om te zeggen dat het land meer verdiencapaciteiten kan halen dan alleen maar te zeggen het is bijlanti. Dat is niet bijlanti. We hebben altijd gezegd het is bijlanti. En daar hebben we net altijd 10 jaren de boot gemist om te zeggen het is aan de andere kant, hij zit niet bijlanti. En dat gaat weer een poos duren, houdt u dat vast, voordat we het bedrijfsleven die er is, we hebben een goed bedrijfsleven, dat ze zich kunnen heroriënteren, verstevigen en dat ze kunnen uitbouwen en dat er ook meer kunnen bijkomen. Dan gaat er werk komen. Dan gaan je kinderen werk vinden. Je kind gaat van school. Waar gaat ze werk vinden? Hebt u zich dat afgevraagd? Bij die overheid? Nee, die overheid heeft 50.000. Daar komt er geen stoelen meer bij hoogwaarschijnlijk. Tenzij zo'n kind een uitmuntende capaciteit heeft. Want dat kan ook, want die overheid heeft mensen nodig met uitmuntende capaciteit. Die hebben ze wel nodig. Die mensen gaan aan bod komen. Maar over het algemeen, de mainstream gaat niet aan bod kunnen komen. Dus waarom gaat die mainstream komen? Bij het bedrijfsleven toch? Maar bedrijf nog de, bedrijf net kon. 1 en 1 is nog steeds 2. Je bent een uitzending. Goedenavond. Meneer Pierkan, u spreekt met meneer Harvey Bangafo. Ja, meneer. Ja, bij ons zeer bekend. Ik gun u ook verlof hoor. Ik heb net naar u geluisterd. Ik ben niet zo lang live bij u. Maar ik ken u ook van de jaren 80. De tijd van Lucien Dugua en Ishetan Gesterzien, noem maar op. Maar ja, die naam gaat u niet meer kennen. Dat was een hele. Nee, die naam zegt me wel wat Bangafu, ja. 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 Oké. Okay. Correct, ga je gaan. Ik zit niet een uur achter de televisie nu, maar ik ben net 1:20 aanwezig. Ik weet niet als andere bellers dit punt hebben aangehaald. Ik heb ook vanmorgen gebeld naar ABC. De informele sector, en daar wil ik praten, is zeer gevoelig hoor, omdat de vice-president meneer Brunswijk is. En ik wil u aangeven dat de informele sector heel groot is in het binnenland. En dan praat ik puur over de goudsector. Ik wil inleveren als burger van het land dat Suriname morgen weer gaat floreren. 100%. Ik wil misschien extra belasting betalen, maar ik wil u één ding vragen. Ik heb geen politieke kleur. Ja, maar ik wil als burger van Suriname aangeven dat de informele sector in het binnenland zeer, zeer groot is. De Brazilianen die illegaal goud smokkelen naar Brazilië of waar dan ook. De Surinamers die illegaal goud winnen in het binnenland. En het wegsmokkelen. Daar moet de minister van Financiën zijn werk gaan doen. Ik begrijp ook, alle begrip, dat de nieuwe regering pas 2 weken aan de macht is.
En u hebt net gezegd, er is een commissie samengesteld. Ik ga er ook vanuit dat ze hun werk gaan doen. Prima. Maar ik wil u vragen, via u vragen, dat deze commissie het binnenland onder handen gaat nemen. Begrijpt u? Dus verder heb ik niet zoveel te vertellen. Ik wil inleveren als burger van het land. De man dat ik tijberen, ik moet aan tijberen. Maar nogmaals, als er mensen vrij in het binnenland gaan lopen en tonnen verdienen per maand, dan ben ik niet eens met de aanpak van de minister van Financiën om mij als loontrekker te belasten. Ja. Dat was mijn punt. Oké, dank u wel, dank u wel. Terecht. Ik kan die mensen niet tegenspreken. Mensen, kijk, die informele sector, en men praat voornamelijk over de goudwinning, vooral hoe we nu vandaag aan de dag horen dat de goudprijs internationaal gestegen is naar boven de 2000 Amerikaanse dollar per troy ounce, is die gestegen vandaag. En de mining industry is een big industry, al is het klein of al is het ook nog grootschalig. Het betaalt nu goed, omdat de prijs heel goed is. Er waren momenten waarbij die goudprijs rond de 1200, 1100 dollar was. Dan kon je er niks uithalen. Er waren momenten, maar er zijn ook weer goede momenten. Dus die mining is ook altijd wisselvallig. Maar the name of the game is dat de mensen die erin werken, in welke sector dan ook, die sectoren in kaart gebracht moeten worden. En het is breed ingewikkeld. Ik ga u zeggen, de mining sector, de illegale informele sector, is erg ingewikkeld. De vorige regering heeft het geprobeerd, is falikant mislukt. Maar ze hebben het wel geprobeerd. Om allerlei redenen. Er is veel geld ingepompt om het in kaart te... Kijk, dat achterland van ons is verschrikkelijk groot. Je kan wel bepaalde gebieden direct identificeren. Dat kan, want dat is bekend. Dat is bekend. Maar om personen te gaan herkennen, identificeren, dat zijn ingewikkelde processen. Maar de vorige regering had het geprobeerd. Het is mislukt. Ik weet niet, er was een organisatie, OGS, als ik het goed weet, nog weet. Ordening goudsector. Dat is falikant mislukt. De bedoeling was om al die ondernemingen die er zijn, niet te stoppen. Nee. Niet te stoppen. Dat was niet de bedoeling. De bedoeling was dat ze zich moesten legaliseren. Dat ze in de mainstream moesten komen. Dat was de bedoeling. En dan vanuit die mainstream kon die overheid hun dubbeltje terughalen. En dat project heeft miljoenen gekost. Want je moet manpower inzetten. Je moet onderzoek doen. Het is een operatie. Maar het is een mislukte operatie geworden. Maar ze hebben wel een poging gedaan. En om verschillende redenen is het mislukt. Een soortgelijke operatie gaat weer gedaan moeten worden. Om dan te kijken, waarom is die vorige mislukt? Dat we diezelfde fout niet maken. En wat moeten we beter doen? Want je moet ze in de mainstream kunnen brengen. U bent in de uitzending. Goedenavond. Goedenavond, meneer Pietkan. Goedenavond. Ja. Dat is de eerste keer dat ik bel. En ik kon me eigenlijk niet inhouden. Dus heb ik toch geprobeerd om te bellen. Ik wil het ook hebben over belastingen. Ja, vertel Deze regering heeft namelijk alle credit van mij. De zegen van mij. We hebben een andere regering gewild. Maar ik ben eigenlijk niet eens met de solidariteitsheffing. En waarom ik dat ook zeg? Als we kijken naar de beleidsnota van de regeringen, vanaf 2010 tot en met 2018. De opbrengst, de inkomstenbelasting, ligt het in de orde van 1,7, 1,8 miljard. Al door. Ondanks we betere tijden hebben gehad en slechtere tijden hebben gehad, is het gebleven op hetzelfde bedrag. Het is bekend dat... Uw telefoon valt weg. Hallo, bent u er nog? Hallo? Ja. Ja, gaat u gang. Volgens mij hebt u een storing op uw kabel ergens, maar gaat u gang, we luisteren. Ja. Het gaat erom... Er
De Belastingdienst, er liggen miljarden aan in te vorderen aanslagen. En de 10% solidariteitsheffing die men wil heffen, ik heb een voorstel. Want de Belastingdienst heeft op dit moment de capaciteit niet om alles te doen. De Belastingdienst, we weten ook dat de Belastingdienst helemaal is afgeklopt. Maar waarom begint de regering dan niet die 10% alvast in te vorderen bij die mensen die een belastingsschuld hebben? Alvast die 10%, ik heb het niet over de totale schuld, maar alvast de 10% om het daar te halen. En dan in de meantime te kijken naar de oplossingen om de Belastingdienst op te graden. En dan, zoals iedereen het ook zei, de informele sector aan te passen. En er is zoveel te zeggen over de Belastingdienst. De Belastingdienst is in de afgelopen jaren en ook de vorige regering. De Belastingdiensten hebben geen aandacht gehad van de regering, van de politiek. Nu wij helemaal in de toekomst zitten, komt het weer. En het is erg dat de loontrekkers elke keer weer gepakt worden. En dit is niet vanaf vandaag het geval. Er is literatuur dat dit fenomeen zich afspeelt vanaf 1973 of eerder, maar er is geschreven vanaf 1973 dat de loontrekkers het hardst worden getroffen door de belasting. Terwijl de overige belastingplichtigen bijna vrij uitgaan. En dat is een van de oplossingen wat ik zie dat de regering toch wel wat kan doen. Dan kan je snel wat geld binnenhalen. En dan kan je beginnen kijken naar de informele sector. En ik geef ook voorbeelden. De houtsector. Er is, als je kijkt naar de SBB-cijfers, heeft de houtsector in 2018 een oogstwinning gehad, wat geregistreerd staat, van meer dan 1 miljoen kubieke meter hout. Als u alleen maar kijkt naar de prijs op de internationale markt, dan wordt verwijzing naar China, waar het grootste deel van ons hout gaat. Als u kijkt wat op de wholesale markt van China 1 kubieke meter tropisch hardhout kost, dan gaat u er versteld van staan wat er van hier wordt weggedragen. En misschien kan de Belastingdienst dan een overzicht presenteren. En het is te doen, want die informatie is ook bij SBG beschikbaar, die er allemaal in de houtsector formeel zitten. En dan kan men zelf gaan nagaan hoeveel belasting er wordt afgedragen in dit land. We worden gewoon leeg geplunderd en we krijgen er bijna niks voor terug. De visserijsector, idem dito. We horen wel dat de deviseinkomst vanuit de houtsector, als ik het goed heb, in de orde van 40 miljoen moet zijn per jaar. Van de visserijsector ongeveer 35 miljoen. En de rijsector, die brengt veel meer op. 65. Maar dat zijn niet de belastbare inkomsten, dat zijn de devieseopbrengsten. Laat men checken wat deze sectoren allemaal aan belastingopbrengsten opbrengen. En laat men daar alvast beginnen. Over de goudsector, volgens mij komt er niks binnen uit de goudsector, behalve vanuit IAMGOLD en Newmont. En laat men daar alvast beginnen, zodat de burgerij ook ziet dat er ook gehaald wordt waar het gehaald moet worden. Waarom moeten de loontrekkers die gewoon geen weerstand hebben? Dus er wordt gewoon gekozen van de minste weerstand. En in het bijzonder gaan de loontrekkers dan weer de dupe ervan worden. Laat men het gaan halen waar het gehaald kan worden. Dank u wel, mijn piekant. Dank u wel, dank u wel. Dat was onze laatste beller voor vandaag. Ik bedank deze meneer voor zijn heel mooie bijdrage. Ik hoop dat u kennis van neemt van al de bijdragen die de bellers geven en presenteren. Neemt u altijd die positieve dingen mee wat u goed vindt, want we hoeven niet per se alles goed te vinden. Maar ik zeg altijd, wanneer wij klaar zijn met Kalajorkal, moeten we ergens toch iets hebben gehoord, wat u natuurlijk goed vindt, dat u zegt van hé, daarmee wil ik wel een klein beetje doorgaan denken erover. Want hoe meer we luisteren naar mensen,
hoe meer ideeën en gedachten we wisselen met elkaar, hoe beter we onszelf kunnen versterken en verrijken met datgene wat we goed moeten gaan doen, wat we goed moeten gaan doen. Ik ga u groeten voor deze aflevering van Rashid Pirkans Kala Jorkal. Ik ben er zaterdag 8 augustus niet. Ik ben er niet. Er zal geen Kala Jorkal zijn op de zaterdag. Houdt u dat vast. Ik ga er ook nog een bekendmaking voor doen dat er niet is. Zondag 9 augustus is een nationale vrije dag. Het valt weliswaar toevallig op een zondag. Dus u bent dubbel vrij. Zondag en een vrije dag. Het is de dag van de inheemse. En het is de herdenking van de Javaanse immigratie. Ik wens u allemaal verder een mooie werkweek. Blijf veilig. Blijf veilig. Houdt u zich aan de restricties. Houdt u zich aan de regels. Als we allemaal de verantwoordelijkheid op ons nemen dat we ons aan die regels gaan houden, dan gaat pijn voor ons allemaal ook minder zijn. Voor ons allemaal gaat pijn ook minder zijn. Dus het is simpel. Hou je aan de regels, dan kan er minder fouten worden gemaakt in uw nabije omgeving en ook voor uzelf. Dus wat COVID-19 aangaat, blijf veilig. Mondkapje als je buiten gaat. Handen wassen. Die standaard dingen die je als een onderdeel van het leven moet gaan zien. Het is niet een toevallig ding. Het is een onderdeel van ons leven geworden. Laten we ons eraan houden. Laten we allemaal veilig blijven. En laten we die totale samenleving ook veilig houden. Om door eerst bij onszelf te beginnen. Ik groet u. Ram Ram, Namaskar, Goede Havis, Salam Alaikum, dit was Farid Pirkan. Voor Rashid Pirkans, Kala Jorkel. Dag.